Dames en heren, welkom bij de Dutch Five Podcast, episode 38, flats op je beeldscherm. Welkom mensen, Splinter Jackson. En we zijn weer back op je beeldscherm. We zeggen het zo vaak, we zijn back, maar we zijn weer back again. Again. And we'll be coming back again. Kings of the comeback. Oh yeah. Comeback kings. Ja, ja, maar luister, hey, zolang we maar terug blijven komen, toch? Ja, precies. That's it. Maar hey, zodra er genoeg nieuws is, dan zijn we er. En de laatste tijd is het gewoon bomvol met Nederlands nieuws. Dus we vinden van, hey, we moeten dit weer gewoon doen. Iedereen heeft zijn shine weer nodig. We moeten weten, wat is er aan de hand? Wat speelt er op Nederlandse bodem? Iedereen praat alleen maar over UFC. Iedereen praat alleen maar over Bellator. Wij praten over Nederland. Laten we supporten wat er gebeurt hier zo. En er gebeurt een hoop de laatste tijd. Er gebeurt een hoop, man. Er is sowieso... We zijn inderdaad niet alleen back op de podcast, maar we zijn ook back op de verslaggeving game. Er zijn nog, weet ik veel hoeveel interviews de laatste maanden gemaakt weer. Door borders. We blijven alleen maar gaan. 29 april. Glory. Oh ja, sorry. Zei ik dat nou? Ja, kickboksen. Pakken we er ook bij. Doen we gewoon. Ja, Glory zijn we er ook bij, inderdaad. We zijn, zullen er ook natuurlijk voor verslaggeving weer zijn bij Cage Warriors Academy, Lowlands 5 alweer. Yep. Die stomen maar door. En again, as usual, hou de site in de gaten, want we laten daar alle resultaten weten van de gevechten die zijn geweest en ook de aankondigingen voor de gevechten die eraan komen. Maar eventjes op de podcast gericht. We hebben nu een lijst met bomvol talent. afgelopen weekend vocht de amateurvechter Benita van Roy bij Lasseur Fighting Championship. En die werd daar eigenlijk geplaatst om te verliezen, zoals wij gehoord hebben. Ze vocht met een record van 2-0. Stapte ze in de kooi tegen een dame van 9-1. En die heeft ze weten te submitten en steamrolde daardoorheen. Lopen. Ja, die steamrolde daardoorheen. Dus wij gaan sowieso met Benita praten. We hebben een leuk interview met haar gedaan over haar partij. En future, what's coming up. Los van Benita hebben we nog een andere waslijst met vechters. En ik wist niet als jullie het wisten, maar Cage Warriors die komt eraan. En om duidelijk te zijn, Cage Warriors 152 in Manchester. En ze kunnen het net zo goed noemen Nederland versus UK. Yep. Dus op de kaart zal vechten Daan Duijs, die zal het opnemen tegen Rhys McEwen. Orlando Wilson-Prins, die zal het opnemen tegen Antonio Sheldon. Jordi Bakkes, daar gaan we het ook over hebben, die spreken we ook op de podcast. Rassan Abdendabi, die zal het opnemen tegen Andy Klem. En om het nog iets spicier te maken, laten we het zo zeggen, de Nederlandse Pool. Michael Volk, die zal het opnemen tegen Chris Price. Hij is een Pool. Want nou, ik zie nu, deze Keara staat bovenaan. Jan Liasse moet ook vechten. Ja, maar Jan Liasse is Limburg, hè? Of, sorry, niet Limburg, Luxemburg. Luxemburg, maar hij kwam toen uit van Nederland. Dus het is weer zo'n iffy, maar dan nog. Toen wij begonnen met deze hele Nederlandse scene, met World Fighting League, MMA, 1. Toen was Jan Liasse inderdaad op de kaart. Dus daar kunnen we nog een beetje spice erop gooien. In ieder geval, het is gewoon vol met Nederlanders. En we spreken vandaag met, van die kaart spreken we met Rassan, spreken met Jordi Bakkes en spreken met Orlando Wilson, Prins. Dus, maar voordat we overgaan naar de Cage Warriors Peoples, laten we eerst beginnen met Benita van Roy.
Ja, Cornelia. goedenavond. We zijn hier vanavond gejoind door Benita van Rooij. 3-0, ongeslagen amateur. Vecht het vanuit Van Boelsport. Allereerst, goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Bedankt dat ik mag komen in de podcast. En ja, het gaat goed. Ja, mooi. Ja. Goed om te horen. Voor de mensen, ja, wij volgen jou al, zeg maar, wel al een tijdje inderdaad. We hebben alle drie partijen inderdaad gevolgd. Maar voor de mensen die jou misschien niet kennen, kan jij misschien een beetje kort uitleggen hè, wie je bent, waar kom je vandaan, waar ben je, bla bla bla. Het Ja. droge gedeelte, zeg maar. Ja. Ik ben Benita van Rooij. Ik kom uit Zijta, dat is een klein dorpje, ligt langs Veghel. Ik ben 24 jaar en ja, ik heb nu drie MMA-partijen gedraaid. En ja, dat ben ik. Maar hoe komt een dame uit Zuidaard? Want ik ken Zuidaard wel, ik kom zelf uit Den Bosch. Dus hoe komt een dame uit Zuidaard in één keer in een MMA-kooi te staan? Ja, even kijken waar het eigenlijk. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk. Ik heb eerst gekickboxd. We hadden bij ons in het dorpje een kickboxschool. En eigenlijk ben ik daar begonnen, of ja, begonnen met in aanmerking gekomen met vechtsport. En op een gegeven moment was ik wel, want ik deed heel veel sporten, dus voetbal en dansen. Dus ik deed eigenlijk al heel erg veel. Dus ik was altijd al heel erg sportief. Maar op een gegeven moment ja, ben ik in aanraking gekomen met kickboksen was dat toen. En ben daarna wel echt voor een tijdje een beetje zoekende geweest wat ik graag wilde doen. En toen had ik een film gekeken. Klinkt echt heel raar. Maar toen had ik een film Dat gekeken en horen wij heel veel. van Marloes Koenen. En Oké. toen moest ik daar, want ik was ook altijd met de sport en dit en dat. Toen moest ik van, terwijl ik nog niet echt. Dus toen moest ik van mezelf daar heen. Dus toen ja, heb ik gewoon een stoute schoen aangetrokken en heb ik contact opgezocht. En toen ben ik eigenlijk daarheen gereden. En nou, ik was meteen verkocht. Dus daar heb ik een beetje, ja, daar heb ik echt kennis gemaakt met de MMA. Toen kwam ook natuurlijk, had je heel corona en alles nog. Maar ik wilde wel echt daarin verder. En ja, echt iets in. Daar wist ik wel dat ik dat heel graag wilde. En alles moest voor mij altijd voor de sport. En toen, even kijken. Uiteindelijk kwam Van Bülow. Ja, kwam ik daarin terecht. Toen heb ik met hun contact opgenomen. En toen, ja, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, zo Maar is het eigenlijk gegaan. hoezo ben je eigenlijk begonnen met kickboksen? ja, dat was bij ons in het dorp hadden we dan een kickboksschool. En daar ging ik eerst ja, stiekem heen om te gaan trainen. Maar was er een reden dat je ging kickboksen of dat leuk vond om te doen? Nee, ik vond dat wel echt heel erg leuk. Om te doen. Maar ik merk wel, mijn hart ligt wel echt in het MMA. Oké. Daar ligt wel echt mijn hart wat ik echt wil. Ja, en kickboksen is een onderdeel van dan. Ja, maar heb je ook Heb je ook kickboxwedstrijden partijen gedaan? gedraaid? Ja, Sorry, precies. wat zei je? Heb je ook partijen Partijen gedraaid in gedraaid? het kickboksen? Ja, nu heb ik ook, we doen ook kickboxpartijen. Toevallig heb ik in februari nog een kickboxpartij gedraaid, Ja, dat zag 16 ik volgens mij. februari. Ja, die heb ik ook nog meegepakt. Dus ja, ik wil eigenlijk altijd knokken. Dus ja, als het kan, dan pakken we het mee. En als het een verstandige keuze is om het te doen, dan doen we het. Ja, dus ik heb ook wel kickboxpartijen gedraaid. En dan nu afgelopen vrijdag dan mijn MMA-partij. Dus Klinkt ja. als een gruwelijke partij. Shit. En voordat je bij Van Boel kwam, waar had je toen getraind aan MMA? toen was ik in trainde ik in Amsterdam, maar Oh, niet echt echt bij nog niet Marloes. zo super.
Ja, bij Molukken, dan reed ik eigenlijk van Zeitaart iedere keer op en neer. Wow. Maar ik heb daar niet super, niet mega lang getraind. Er kwam ook corona en zo, kwam ook ertussen. Dus ik heb eigenlijk daar niet, ik heb daar wel getraind, maar niet dat ik daar jaren getraind heb. Maar daar heb ik wel mijn kennis en geproefd wat MMA was. En toen was ik wel echt meteen. Wel echt meteen verkocht. Dat ik echt dacht, wauw. Maar het was wel een heel eindje op en neer. En toen merkte ik wel van, oké, ik wil hier echt wel verder in. Alles moet hiervoor wijken. Dus toen ben ik een paar keer op en neer uiteindelijk gaan rijden. Maar sinds wanneer ik bij Van Buhl ben ik wel echt gaan specialiseren. Heb ik train ik veel meer MMA-uren. En dan heb je ook MMA is best wel groot, dus dan heb je ook die losse onderdelen. Dus je hebt kickboksen, je hebt BJJ, judo, grappling, al die onderdelen. Dus eigenlijk is het echt pas sinds ik nu hier bij Van Buhl ben, echt wel, ja, ben ik eigenlijk pas echt heel erg gespecialiseerd gaan trainen. En echt kan ik ook echt En hoe lang dat is dat doen. nou precies? Ik weet niet exact, maar mijn eerste proefles was bij Van Beul was 21 Oh, ik weet het niet precies, zeg je, maar je zegt het wel precies. juli 2021, ergens daarin. Maar ik wou eerst ook nog alles met de andere sportscholen eventjes gewoon goed afsluiten. Dus eigenlijk ben ik na de zomervakantie toen echt bij Van Buhl gekomen. Ja. Nou, Dus het is ik toch in ben ieder geval een goede fit een volgens jaar, mij. anderhalf jaar. Nu, anderhalf jaar ongeveer, denk ik. Ja. Ja, het past er in ieder geval goed bij, hè? Ik bedoel, je racket spreekt er ook wel iets over natuurlijk. 3-0 alweer. De eerste partij heb je even kijken. Tussen jouw eerste en je tweede partij zat al een half jaar. En toen heb je, nou ben je de laatste partij die je vrijdag gevochten hebt, die heb je al wat sneller aangenomen. Dat was 4 maanden Ja. of zo dat er tussen zaten. Ja. Dat was echt een brute partij. En ik heb hem toevallig van de week nog even terug zitten kijken. Jezus, dat was een taai vrouwtje. Op jouw tegenstander. Ja. Ja, ze was wel, vooral in de eerste ronde. Ik weet dat echt nu begint eigenlijk alles pas een beetje te landen. Want ze zat in het weekend echt zo in zo'n roes. Maar nu begint alles wel te landen dat ik ook denk van, oh. Ja, dat dacht ik toen. Dat dacht ik toen. Maar ik dacht wel, ik had echt die arm. En ik lag zo, ja, ik weet niet of je dat stukje kon je niet op de camera helemaal zien. Maar op een gegeven moment, ja, zij klopte gewoon niet. Dus ik had die arm echt zo. En ik boog hem gewoon echt letterlijk zo. Nee, gaat niet. Dus ik zo naar de andere kant. Ik ga ook niet. Toen heb ik hem echt letterlijk nog zo. Gaat ook niet. Toen dacht ik echt bij mezelf. Godverdomme, die arm. Ja, dan wil ik hem echt al gewoon breken, zeg maar. Want ja. Ja. En toen had ik hem ook nog aan de andere kant, maar ze klopte daar niet op. Ja, en uiteindelijk kwam er een omschakeling en toen kwam ik bovenop en toen ben ik gaan stoten en toen kwam er een scramble. Ja, ze was wel een taaie vrouwtje, ja. Ja, want dat vraagt me ook af van als je een partij aanneemt, waar kijk je dan naar? Want Dwen die zei ook tegen ons van ja, eigenlijk hebben ze jou gewoon daar gezet om gesloopt te worden. Die check the record was Ja. volgens mij ook iets van 9-2, 8-2. als ik het uit mijn hoofd goed heb. Dus echt Ja. ook zeer meer ervaren dan jou. Van, hoezo neem je dan Klopt. zo'n partij aan? Ja. Heel eerlijk. Ik wil echt heel graag knokken altijd. Ja. Ja, en dit meisje had ook al de IMAF gedaan. Dus ik wist wel bij mezelf Ja. van ja. Dit gaat wel echt een hele zware partij worden. Tenminste, dat had ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Had ik ook echt wel op ingesteld dat dit wel echt mijn zwaarste partij zou gaan worden. Zeker omdat ze veel meer ervaring zou hebben. Maar ja, je bent ook in het MMA-wereld dat je ook veel afzeggingen hebt. Dus je kunt de partij aannemen, maar het wordt best wel vaak of last minute of toch gecanceld.
Ja, dus. Maar ik was vooral gewoon heel erg blij dat ik weer mocht knokken. En ik denk ook, nou ja, als team zijnde hebben we gewoon besloten dat we deze partij aannemen. En dan is het ook gewoon goed. Maar ik had inderdaad wel bij mezelf ook wel echt bedacht van ja, dit gaat wel echt een zware partij worden. Want ja, ze stond natuurlijk al, ze de IMAF had ze ook al gewonnen. Ze had een groter record als mij. Maar ja, Ja, het is toch gelukt. veilig vast. Is het toch gelukt? Ja. Ja, je bent er doorheen gerend. Maar nu je dat ook zegt, van inderdaad, of ik zeg het eigenlijk altijd helemaal IMMAF, maar IMAF is wat makkelijker. Want dat zie ik vaak, dat Belgen en Fransen, die klimmen echt vaak met hun rek omhoog en doen heel veel ervaring op. Door mee te doen daaraan, omdat je ook meerdere keren vecht in een weekend, omdat het van die toernooien zijn. Is dat iets waar jij ook aan denkt? Of van hoezo doe jij niet mee aan zo'n IMAF-toernooi? Ja, we zijn er wel ook mee bezig geweest, maar we hadden toen tussenin nog andere partijen gekregen. Uiteindelijk zijn die wel weer gecanceld en toen hebben we wel weer een nieuwe partij kunnen aannemen. Maar daar zijn we ook wel naar aan het kijken. Dus misschien sta ik daar in de toekomst ook wel gewoon. Ja, dus daar sta ik wel voor open, want dan kun je wel veel. Als het goed is, veel vechten. Ik zie jouw gezicht helemaal opleveren als je het over vechten hebt. Ik wil je graag zoveel mogelijk vechten. Nou, Geweldig. eerst ook altijd. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik moet soms ook wel. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, netjes. Ja, dat is wel de instelling die je moet hebben, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, we hadden het net ook over dat je dus je thuis hebt gevonden bij Fangirls Sport. Ja. Wat is hetgene wat je daar heeft gehouden? Eigenlijk, ja, ik ben echt heel erg blij dat ik bij Van Buren in het team zit. Eigenlijk ben ik er ook wel trots op mijn, ja, ik ben wel heel erg trots op mijn team. Ja, heel erg. Ook, ja, ik ben er wel heel erg trots op. En ik ben ook heel erg trots op de mensen die nu bij mij in mijn hoek staan, in mijn corner. Maar ook op de mensen die echt het beste uit mij willen halen. En mij echt helpen waar ik heen wil. En ja, ik ben daar wel heel blij mee. En heel erg, ja, ook wel heel erg dankbaar voor. Maar ja, het is wel echt, klinkt super raar, maar een droom die nu. Ja, het is wel in goede handen. Het is gewoon professioneel. Je bent in goede handen. Ja. Ja, dat. Ja, ik bedoel van je traint daar met de beste. Ik bedoel, je hebt daar sowieso ook Ja. Daan Duijs, Senna van der Veer, Ja. Dong, Chimene Randami, Dwen natuurlijk zelf die daar. Dus Ja. je zit daar gewoon met ultra-killers die je omhoog trekken. Ja, je zit daar echt met de, ja, we zitten gewoon met hele goede mensen. En ja, daar ben ik ook wel heel erg Sowieso. blij mee. Qua vrouwen is het bij Van Bell. Is het volgens mij wel de grootste Nederlandse gym met de grootste dames, zeg maar. Met de grootste dames, ja, hoe noem je het? Cool. Ja, pool, ja, precies. Dat Ja, heb je inderdaad ja. wel. Ja, dus ik ben ook wel blij dat ik ook de kans heb gekregen om daartussen te mogen. Of ja, erbij te mogen. Daar ben ik ook wel echt heel erg blij mee. Ja. Dus En ja. Wat je. ja, je zei dat je natuurlijk bent geïnspireerd door een film van Marloes Koenen. Daar heb je mee getraind. Former champion. Nu train je ook met de Germaine de Randami, former champion. Wat zijn jouw goals? Wat wil jij bereiken hierin? Ja, ik weet voor mezelf echt heel goed met mijn team wel wat ik heel graag wil.
Ja, je hebt altijd wel een doel en dan heb je wel tussendoelen in. Ja, ik wil wel een kampioen worden. En nu lach ik erbij, maar dat gevoel is wel echt heel sterk. En ja, ik wil daar wel echt. Maar vooral kan ik ook echt het beste uit mezelf halen, wat erin zit. En ik vind het heel erg mooi om dat samen met het team te doen, zeg maar. Je hebt je team, maar je hebt ook, zeg maar, je hebt natuurlijk je eigen mensen in je hoek. En ik vind dat wel heel mooi om samen ja, het hele proces te gaan bewandelen. Ja. En een kampioen Dus dat. bij een bepaalde organisatie of gewoon een Ja. kampioen wherever? En welke? Nee, wel bij een bepaalde organisatie. En ik denk uiteindelijk, ja, dat is dan weer een doel. En, ja, stel je voor je het lukt, dan droom je daarna toch wel weer verder. Ik denk dat je steeds verder, steeds meer wilt. Maar ook vooral echt het maximale uit jezelf gaan halen, kijken. Ja. Dus de UFC. Je durft het nog niet te zeggen. Ja. Ja, dat wil ik echt wel heel graag, ja. Ja, dat is heel eerlijk. Maar ja, je wilt natuurlijk ook weer niet te Ja, nee, groot maar roepen, het zeg is een maar. Maar goal. het is wel een goal. Ja, want je bent natuurlijk nu een amateur. Dus je bent nu Ja. gewoon aan de weg aan het timmeren. Dat is toch in de Heel verre, ver verre, weg. to in de verre Ja. toekomst is dat. Maar in ieder geval Ja, ben je daarom is het naartoe ook een aan het beetje. werk. Ja, maar het is een goal. Want ja, nu. Ja, wat doe je nu eigenlijk? Want je wilde naartoe gaan dat dit je werk wordt. Maar wat doe je nu in het dagelijks leven? Nou ja, ik neem het echt heel erg serieus wat ik doe. Dus ik train nu ook gewoon 2 keer op een dag. En dan heb ik in de avond vaak meerdere trainingen. En dan iedere ochtend. Ik werk er ook nog bij. Ik geef zwemlessen. En Leuk. peutersurvival lessen. Dat doe ik, dat is eigenlijk mijn beroep. Dus dat doe ik er nog bij. En verder, ja, heel eerlijk, mijn focus ligt wel helemaal op de sport. Dat is voor mij ook echt wel het allerbelangrijkste. Dus mijn werkrooster is ook op mijn trainingsrooster Aangepast. aangepast. En dan is het natuurlijk is het op sommige dagen dat je meteen vanuit je werk of meteen wel door moet. Maar ik op dit moment, ja, ik kan wel gewoon 2 keer op iedere ochtend en iedere avond. En in de avond meerdere trainingen doen. En dat is voor mij wel heel belangrijk dat ik dat kan. Je zei toen in het begin van het gesprek, zei je ook nog van, je bent altijd al met de meerdere sporten tegelijkertijd bezig geweest. Ik hoor in jou, ik zie jouw gezicht oplichten als je het over vechten hebt. Ik hoor echt een bepaalde drive in jou. Als je geen MMA had gedaan, was je dan ergens anders voor naar de top gegaan, zeg maar. Bijvoorbeeld, stel het was voetballer geweest. Was het dan ook niet van, ik ga om op zondag een balletje te trappen, maar echt gewoon puur om iets na te jagen in de sport? Ja, ik denk het wel, maar op dit moment is mijn hart ligt zo erg in het MMA, in de vechtsport, dat ja, daar ligt nu echt heel erg mijn hart. Dus die kant wil ik ook echt, echt heel graag op. Ja, ik denk wel, ja, nu kan ik ook niet echt meer voorstellen van hey, als vechtsport niet is, of dan denk ik wel dat ik in een andere sport iets zou willen. Maar oh ja, op dit moment is het gewoon. Ik Ik vind zeg de dat. vechtsport is gewoon. Ik heb Ja, maar gewoon ik zeg dat zo. gevonden wat ik wil, zeg maar. Want ik Precies. had ook wel een tijdje van. Ik ben toen ook nog heel eventjes. Ik heb gewoon meerdere sporten geprobeerd, maar ik kon nergens echt vinden wat ik nu heb gevonden En welke in sport de heb je allemaal gedaan? vechtsport. Vanaf jongs af aan. Ja. Oh, oké. Oh, daar gaan we lijst krijgen. Ja. Bij de dans, ik heb bij toen ik heel klein was bij de dansbariekjes gezeten. Dus zeg maar in het dorp. Ja, ik woon in het dorp, dus daar heb ik gezeten. En toen deed ik ook nog de majorette.
En voetbal. Ik ging altijd voetballen. Ik heb heel eventjes een tijdje een beetje atletiek gedaan. Gewoon was ik aan het zoeken, maar ondertussen ik bleef wel bij voetbal. En ik heb heel eventjes gezwommen. Nou, dat zijn eigenlijk de sporten die ik gedaan heb. En voornamelijk was ik toen echt het meest aan het voetballen. Oké. En je zei ook net, je beroep is dus in en om het zwemmen heen. Hoe ben je daar dan Ja. terechtgekomen? Hoezo heb je gekozen daarvoor? Ik zat op, ik had mijn MAVO afgerond. Toen ging ik naar de Leygraaf. Daar had ik ging pedagogisch medewerken, dus kinderopvang doen. Maar ja, ik was helemaal geen schooltype. Ik kon het ook niet echt helemaal vinden. Dus ik maakte zeg maar wel gewoon netjes mijn opdrachten en die leverde ik ook wel in. Maar een hele dag in een klaslokaal, ja, heel eerlijk, ik zag dat toen allemaal niet zo zitten. Dus ja, en ik moest toen ook gewoon trainen en toen kwam dat ooit niet uit. Dus nou, ik maakte netjes mijn opdracht, maar op een gegeven moment ben ik gestopt. Maar ja, wat dan? En toen ben ik zelf gaan kijken van hé, wat is leuk? Wat zou ik willen? En toen kwam ik bij het zwembad, ik weet niet hoe, maar kwam ik ineens terecht. En toen had ik hun gewoon opgebeld. En toen mocht ik daar komen om te kijken van of ik het leuk vind, dit of dat. Nou, dus ik ben daarheen gegaan. Heb lekker meegedaan en toen mocht ik al gauw, hadden ze gezegd van ja, mocht je iets willen, je mag terugkomen. En zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. Dus toen ben ik uiteindelijk naar een aparte zwemschool gegaan om daar mijn diploma's te halen. En toen heb ik in dat jaar ook nog vanuit het werk Aqua Fitness instructrice afgerond. Dus toen had ik gewoon even gas gegeven en toen heb ik gewoon ook mijn diploma's daarin gehaald. Ja, dus zo is dat eigenlijk. Zo ben ik bij het zwembad terechtgekomen. Zo grappig, want waar ik nu zeg maar lesgeef, ik heb daar zelf vroeger ook gezwommen. Dus best wel grappig. Leuk. Ja. Ja, druk, maar wel goed gevonden leventje, zeg je, denk ik zo. Je hebt het Ja. volgens mij allemaal voor je leeftijd allemaal goed uitgestippeld. En zo te horen ben je inderdaad echt een atleet, sowieso. Een echte atleet die eigenlijk, omdat als MMA niet bestond, waarschijnlijk al ergens anders atleet in de was geweest. 3-0 nu. Dat is. Ja, zo, als ik, ja, ik kan wel raden dat jij liefst morgen wil vechten. Maar wat is realistisch? En heb je het daar al over gehad met je team? Ja, we moeten natuurlijk nog wel even samen zitten en evalueren natuurlijk van het weekend en een beetje van ja, hoe verder. Ik weet wel, we zijn wel met nog wel wat dingetjes bezig om snel weer te kunnen vechten. Dus ik hoop eigenlijk voor mezelf gewoon snel weer een partij te krijgen. Maar we hebben nu zeg maar ook nog niet concreet echt een datum. Dus ja, ik denk zelf ergens richting mei. Of hoop ik richting mei. Misschien juni. Maar we moeten nog wel eventjes met het team ook nog evalueren van afgelopen weekend. En ook van hoe verder. Er zijn wel nog veel BJJ-toernooien die er ook aankomen, want daar doe ik dan ook aan mee. Dus dat kan ik nu al wel vast doen. Wat voor mij wel gewoon goed is, omdat ik nog niet superveel ervaring heb. Daarom draai ik ook die BJJ-toernooien. En het is ook heel leuk. En ik weet wel dat we wel met dat dingetjes bezig zijn, maar ja, er is nu nog niks echt concreet. Maar ik hoop wel heel snel weer te mogen knokken. Weet je dan als je in Is er een. Nederland of in het buitenland gaat vechten? Of ik in Nederland of het buitenland ga vechten? Ja, mij maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Oké. Zolang ik maar kan knokken.
Maar is er een duidelijk pad besproken, zeg maar, bij bijvoorbeeld van de, ik noem maar wat, de 10 partijen, we gaan pro en we gaan dan dit, of is dat allemaal nog niet sprake? Is het nu gewoon van in de moment, we krijgen een partij aangeboden, die gaan we bespreken? Nee, er wordt wel echt voor mij een duidelijk pad uitgeschreven, of ja, uitgestippeld. En dat zijn we ook weer bezig. Maar we, ja, vanuit je partijen van, hey, hoe doe je het? Wordt er ook wel gekeken van, oh, het kan wel of het kan niet. Ik denk dat ik nog een paar amateurpartijen draai. En dan richting programma, zoals ik al zei, ja, moet het ook allemaal nog heel eventjes met het team bespreken. Maar er wordt natuurlijk wel gekeken, ook gekeken van hoe doe je het op een Tuurlijk. wedstrijd. En natuurlijk in de training. Maar er wordt voor mij wel een heel duidelijk pad uitgestippeld. En dat is eigenlijk ook wel gewoon fijn. Ja, zeker weten. Ja, dat hoort er denk ik ook allemaal bij. Dat is ook denk ik weer iets voor de doelen die je wil behalen, natuurlijk. Ja. Nou ja, ik hoop dat je ons wel op de hoogte gaat houden wanneer je weer wanneer aan de bak mag. Dan willen we je graag tegen die tijd wel weer een keer spreken. Ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. Ik denk dat wij redelijk veel hebben gecoverd nu in het half uurtje. Ja, dankjewel dat ik in de podcast mocht komen. Ja, niks te danken. En we spreken je graag nog een keer. En hou ons op de hoogte van de volgende partijen. Ja, dat zal ik doen. En ja, dan spreken jullie mij nog een keertje. Helemaal top. Yes. Nee, dankjewel hè. Oké. Is goed. Oké. Doei. Doei. Dankjewel, Benita Varoy, voor het komen voor de podcast. Super dope om debutante voor de podcast dan, hè? Te interviewen. Ja, want ik persoonlijk vind het altijd leuk om te weten van, hey, toch? Wat is iemands drive om in MMA te gaan? Want het is niet de sport die je zomaar doet. Ik bedoel, je wordt op je hoofd gestompt. Dus, hey, toch? Van waar kom je vandaan? Wat doe je in het leven? Haar gezicht begon op te lichten als je het over mensen gezicht stompen had. Ja, Dus ja, precies. zij zit precies waar ze hoort te zijn. Klopt, klopt, klopt. Maar voor de eerste keer op de podcast, Benita van Roy, gaan we direct door met die trant. En gaan we naar nog een debutant voor op de podcast, Rassan Abden Abi. Nou, dames en heren, we zijn hier met Rassan Abden Abi. Zeg ik het goed? Ja, Abdenabi. Ja, Abden Abi. Yes. Ja, man. Je bent er even bij voor de eerste keer op de podcast. Je vecht volgende week bij Cage Warriors. Ja, De man. laatste keer dat ik iets over je had gezien online, toen ging het over RSFC. En nu is het Cage Warriors. Yes. Maar voordat we het over dat allemaal gaan hebben, want we gaan het een beetje over alles met je hebben. Zeker omdat je de eerste keer ook te gast bent op de podcast. Dus willen we je eerst gewoon vragen, stel jezelf even voor, wie ben je? Wat doe je? Helemaal goed. Ja, ik ben dus inderdaad Rassan Abdennaby, 31, woonachtig in Groningen. Dus nu al een aantal jaar actief als pro-MMA vechter. Helaas een tijdje inactief geweest. Naast mijn pro-MMA carrière heb ik ook nog gewoon een zakelijke carrière als business information analyst bij Aegon. Dus daar werk ik gewoon mijn 40 uurtjes aan mijn kantoorbaan. En in de avonden ga ik naar de sportschool en dan laat ik het andere gedeelte van mijzelf los. Dus ja, dat Sick is man. wie ik ben in de notendop. Sick man. Ja, het is inderdaad net als wat je zegt van je bent al een tijdje inactief geweest. Is dit de eerste keer dat je eventjes inactief bent geweest in je carrière? Nee, ja, eigenlijk al eerder. Kijk, het was sowieso in het begin van mijn carrière bij mijn amateurwedstrijden was het al erg lastig wedstrijden krijgen. Dus vaak zaten er lange periodes tussen. Toen ging ik over naar professionele wedstrijden, omdat we dachten dat het makkelijker zou gaan. Maar ook toen was het lastig. Veel afzeggingen gehad. Veel gedoe, veel moeite. En eigenlijk inderdaad, wanneer was het? 2019, eind 2019, ging het op een gegeven moment vrij snel. Ik kreeg eigenlijk een aantal partijen achter elkaar. En toen in 2020,
ja, stond eigenlijk alles een beetje klaar om te ontploffen. Inderdaad, getekend bij Aries. Ja, en wat een hele mooie dingen eigenlijk in vooruitzicht. Ik zou samen met mijn vriendin zou ik naar Thailand gaan. Daar 3 maanden te trainen en echt te werken gewoon aan mijn skills als vechter. En ja, letterlijk een week voordat we gaan vertrekken, begint de coronacrisis. Ja, En alles ja. valt stil. Ja, dat is een hele taaie pil om te slikken. Voornamelijk ook omdat ik voor die periode ben ik ook terug verhuisd naar mijn ouders. Een jaar lang om geld te sparen voor deze reis onder andere. En het moment dat je staat te vertrekken, ja, gaat de hele wereld op slot. En heb je die reis nu gemaakt al, of nog niet? Ja, ik heb onlangs ben ik in mei ben ik alsnog vertrokken, dit keer voor een half jaar. Omdat ik had echt zoiets van, ik moet dit gaan doen. Dus ik ben 3 maanden ben ik naar Tiger Muay Thai geweest. Om daar aan mijn skills te werken. En daarna ben ik even teruggekeerd naar Nederland. Even bij mijn familie te zijn. En 3 weken later ben ik vertrokken naar Bali MMA. Om daar nog ruim 2,5 maand aan de slag te gaan met een aantal topcoaches. Dus inderdaad, ik ben inactief geweest wat betreft het in de ring stappen. Maar nee, ik ben zeker niet inactief geweest op het gebied van trainen. En is er ook een reden dat je bent gegaan naar Thailand voor Muay Thai? Want je doet, zie ik dus online op Tapology, sinds 2016 doe je dan MMA. Maar heb je daarvoor ook andere vechtsporten gedaan of ben je direct toen gejumpt in MMA? Nee, ik ben eigenlijk ik ben destijds begonnen met kickboksen bij Nebesiric in Drachten. Echt al 14, 15 jaar geleden, denk ik. Alleen vrij snel heb ik al de overstap destijds gemaakt naar MMA. Ik heb een paar kickbokswedstrijden gevochten. Maar het lag me toch het lag me niet. Het was niet mijn spelletje. En toen werd MMA bij ons op de sportschool geïntroduceerd. En toen maakte ik eigenlijk daar de overstap naar. Dat klikte gewoon veel beter. Lang bezig trainen en eigenlijk na mijn studententijd pas mijn eerste amateurwedstrijd gevochten. Ja, en vanaf daar begon het echt een beetje te lopen. En ik ben naar Tiger Muay Thai gegaan. Het heet Tiger Muay Thai, maar tegenwoordig hebben ze een hele grote MMA-base. Dus ik ben er echt voor het MMA-gedeelte heen gegaan. Dus, maar we begonnen met kickboksen, maar vrij snel de overschakeling gemaakt naar MMA. Ja, je hebt uiteindelijk toch die reis, zeg maar, kunnen maken. Maar hoe begin je daaraan? Zeg maar, van, ja, er zijn heel veel amateurs die denken van, nou, ik zou ook graag bij een Tiger Muay Thai willen trainen of een Thai Star Academy of zo. Maar ga je dan op Facebook op zoek naar Tiger Muay Thai en stuurt ze een berichtje? Of hoe breng je zoiets tot stand, zeg maar? Nou, in principe als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een gym zoals Tiger Muay Thai, kijk, dat is natuurlijk een van de meest gevestigde gyms in Azië. En de naam is vrij bekend. Dus ik had de naam al een paar keer zien langskomen en ook gehoord. En eigenlijk vanuit daar ben ik gewoon gaan kijken naar hun website. En daar bieden ze gewoon hele pakketten bieden ze aan. En eigenlijk vanuit daar kan je gewoon de reis op gaan zetten. Dus het moment dat je eigenlijk dan een boeking doet, dan kan je van Schiphol. Kan je eigenlijk alles geregeld hebben. Je vliegt erheen. Je kan vanaf het vliegveld opgehaald worden. Je kan gelijk naar de locatie gebracht worden. We hebben hun eigen appartementen. Dus ze maken het eigenlijk voor ook amateurs en mensen die eigenlijk beginnen aan de sport, maken ze het heel toegankelijk. Maar het mooie vind ik zelf aan Tiger Muay Thai is dat je daar amateurs hebt en mensen die net beginnen, maar ook echt absolute pro's. Ook echt de wereldtop traint daar. Dus dat is gewoon het hele fijne aan die gym. En kijk, we hebben natuurlijk de hele coronatijd gehad. Uiteindelijk, je gaat toch, je hebt de reis is geboekt, je bent op de website geweest en je staat in Thailand. Ja, man. Wat Ja, is dat. dat gevoel even na 2 jaar ellende in de wereld en terug naar thuis komen wonen om te sparen voor dat en dan sta je daar, bam, ik ben bij Tiger Muay Thai. Ja, dat was wel echt een ervaring. Want het was ook echt een helse vlucht. En we zaten ook nog destijds dat je een nacht in een corona-hotel moest overnachten, et cetera. Dus ik was eerst op een andere locatie. Maar ja, eigenlijk het moment dat ik daar aankwam, ik kreeg. Ze gingen me even rondleiden over de gym. Het moment dat ik daar liep, ik kreeg gewoon echt een glimlach op mijn gezicht van waar ben ik in godsnaam beland? Het is echt ja, immens groot als je het vergelijkt met gyms. Het hele mooie daaraan is, hebben ze van die banners hangen met vechters die daar trainen. Daar zie je Peter Yan, Valentina Shevchenko, Alexander Volkanovski.
Ja. Dan loop je gewoon eigenlijk in de voetsporen waar deze mensen hebben getraind. Ja, dus ik kwam daar en het was echt gewoon van wauw. Waar ben ik beland? En ik wist gewoon dat ik op de juiste plek zat. Ja, een heel fijn gevoel. En voornamelijk ook gewoon het gevoel dat ik voor het eerst echt volledig op trainen kan focussen. Want ja, zoals ik zei, alles wat ik tot nu heb gedaan is naast mijn 40-urige kantoorbaan. Ja. Ja, Dus. en je zei net zelf ook, kijk, we horen het heel vaak hier op de podcast. Problemen met partijen vinden, Ja, man. tegenstanders die afzeggen, die onzin en zo. Je vecht als light heavyweight. Ben je ook begonnen als light heavyweight? Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk een beetje ja, 89. Toen was het nog niet heel, heel officieel. Maar toen ik een beetje bij de meer gevestigde organisaties kwam, werd het echt gewoon light heavyweight, 93 kilo. Alleen ik was altijd al een beetje aan de lichte kant. Maar ik wou veel liever een beetje rond mijn natuurlijk gewicht vechten dan echt een ja, zware weight kunnen moeten doen richting middleweight. Zou alweer veel lastiger worden. Dus daarom voor light heavyweight gekozen. En nu ook eigenlijk in ja, deze tijd van afwezigheid ook gewoon aan mijn lichaam kunnen bouwen. En nu loop ik ook wat zwaarder rond. Dus nu heb ik ook naar mijn idee veel meer een light heavyweight frame. Hoeveel loop je rond als vrouw, hoor? Nu om en nabij de 100. Oh. Dus nu al nu mooi wat gezakt al. Dus, want omdat we richting Manchester gaan. En ja, weet je, ik kom daar. Ik heb niet mijn eigen keuken. Ik heb niet mijn eigen eten. Dus ik wil niet een zware weightcut daar nog een keer gaan doen. Dus ik let er nu al Ja. goed op. En dat gaat op zich redelijk soepel. Nice. Voordat we even over naar Cage Warriors gaan, is iets wat ik me afvraag. Want het was volgens mij tijdens corona of voor de corona dat er echt gewoon een hele massale blok met Nederlanders werd gesigned door Aries FC. Ja, Maar ik heb nog geen enkele keer een Nederlander zien vechten daar. hey, Wa het, wat was er met jou gebeurd? nou, het hele punt was eigenlijk begon het in principe met mijn management. Destijds, ik had de vijf partijen achter elkaar gewonnen. En ja, mijn naam begon een beetje rond te zweven eigenlijk in het MMA-wereldje. En toen kreeg ik in één keer een berichtje via Insta van... Hey, my name is Noah en... ik ben een manager bij First Round Management Miami. En we hebben mensen zoals John Jones en Masvidal en iedereen hebben getekend. Je dochtertje. Jada, ga even naar buiten. Papa is even aan het opnemen hier. De debuut van Jada. Debuut. De Nee, eerste maar debuut. daar begon het eigenlijk mee. Dus ik had echt het gevoel van wow, weet je, ik word hier gewoon gecatfished. Weet je, dit is sowieso nep. Nou ja, dat bleek uiteindelijk allemaal echt te zijn. Daar getekend. En vervolgens kwam inderdaad vrij snel al het aanbod van Aries. Ja, super blij, weet je. Nou kom je echt op een Europees niveau en dan kun je echt laten zien wat je kan. Nou, toen kwam in principe de coronaperiode en toen ging er ook al vrij snel een brief uit naar volgens mij alle vechters. Dat ze gingen switchen van directie. Dus alle vechters die op dat moment onder contract stonden, zijn allemaal losgelaten. En ze zijn met een nieuwe directie zijn ze doorgegaan. En daardoor denk ik dat heel veel van de Nederlanders die getekend zijn ook daarna niet meer teruggekomen zijn. Dus daar heeft het in ieder geval bij mij aangelegen. Want ja, je tekent daar, dus je zou zeggen, je gaat gauw vechten. Precies. Je hebt natuurlijk besloten om te gaan trainen in Thailand en zo. Was dat ook de reden voor die pauze tussen Aries en Cage Warriors? Nee, dat niet eens per se. Kijk, dat van Aries dat. Dat was al vrij in de coronaperiode. En eigenlijk in de coronaperiode, ja, ik kon zelf individueel blijven trainen, omdat ik het geluk had dat ik de sleutel had van mijn sportschool. Maar ja, ik kon niet een trainingskamp opzetten met trainingspartners en mijn coaches, et cetera. Dat lukte gewoon niet. Dus als ik niet een goed kamp kan neerzetten, ja, dan ga ik ook niet vechten op dat moment. Dus toen alles steeds meer wat los begon te komen, was het ook heel erg van oké, ik wil gewoon kijken wat erin zit. En daarom heb ik toch besloten om die keuze te maken om een half jaar vrij te nemen van mijn werk. En naar het buitenland te gaan om gewoon puur te werken aan mijn skills. En vanuit daar weer verder te gaan kijken naar wat de toekomst gaat brengen. Maar valt, nou nu zeg je van je hebt een half jaar vrijgenomen, je bent dan naar Thailand en daar allemaal getraind en zo, maar valt het Klopt. dadelijk nog wel te combineren, je werk en professioneel vechten? Dat is de vraag. Kijk, op dit moment is het ook gewoon het financiële aspect. Kijk, Cage Warriors is leuk en het betaalt ook maar. Het betaalt niet dusdanig dat ik kan stoppen met werk.
En kijk, ik heb altijd gezegd van ik heb gelukkig vrij goede werkgever die heel open staat en ik kan thuis werken. Dus de mogelijkheid om gewoon 's ochtends te trainen en 's avonds te trainen is gewoon zeker aanwezig. Maar ja, mogen we echt op een hoger niveau komen, dan heb ik toch wel een beetje ja, over de top drie, een beetje de UFC, Bellator, ONE Championship of weet veel, PFL die tegenwoordig ook echt goed in de markt zit. Ja, dan moet je wel echt gaan kijken naar van oké, kan ik stoppen? Maar dan heb je ook het financiële aspect wat er tegenover staat, dat het ook aantrekkelijk maakt om te stoppen. Ja, Ja. precies. Dus, en dat is gewoon nu nog niet het geval. Wat van jouw tijd in Thailand, hè? Wat is het meest wat je daar, wat heb je daaruit mee teruggenomen, meestal, zeg maar? Hoe verschilt de training daar met wat we hier in Nederland, zeg maar, gewend zijn? Eigenlijk wat overeenkwam is eigenlijk dat we het hier gewoon heel goed doen. En dat is iets wat me gelijk opviel. Kijk, alleen het mooie is, bij mijn gym hebben we gewoon de MMA's kickboxlessen. En hetgeen wat je in Thailand had, was gewoon echt een rooster met van jiu-jitsu tot crossfit, van worstelen tot boksen tot MMA, alles. Dus je had alles op één locatie met verschillende trainers die gewoon alles konden doen. Dus wat ik daarvan heb meegenomen is eigenlijk veel meer het trainen echt als professioneel atleet. Dus waar ik eerst ja, wel op professioneel niveau aan het vechten was en ook succesvol, voel ik me nu meer, veel meer professioneel atleet. Want ik heb echt meegemaakt hoe het is om zo te trainen en zo te worden. En natuurlijk ook gewoon de strategieën die ze daar implementeren en eigenlijk een trainingskamp opbouwen, dat heb ik veel meer meegenomen. Dus het zijn allemaal eigenlijk gewoon de kennis en vaardigheden die ik daar heb opgedaan. En ook weer kan meenemen naar mijn eigen gym en naar mijn eigen trainers. En daar gewoon eigenlijk ja, een soort combinatie van pakken. Dus dat heb ik echt meegenomen. En dat wou ik ook echt daar doen. Ja, nou sta je dan over 1,5 week dan in Manchester Ja, tegenover Andy Clamp. Een redelijk ervaren jongen, 13 partijen al yes. Ja. gedraaid, 11 en Ja. 2. Heb je dan Klopt. een beetje research, heb je zelf research naar hem gedaan? Laat je dat over aan je coaches? Ja, Hoe pak je zoiets ik laat aan? het, meestal laat ik het over aan mijn coach. We hebben natuurlijk wel even gekeken naar hem. En ja, wat ik van Andrew Clamp vind, het is gewoon een hele degelijke vechter. Kijk, weet je, hij heeft een goede record. Hij heeft goede dingen laten zien. Maar ik denk gewoon simpelweg dat ik beter ben. Hij is goed, ik ben beter. En zo sta ik er ook in. Alleen, nou is het wel de vraag van oké, op de gym ben ik heel losjes, ben ik soepel, ben ik ontspannen, al die dingen. En ook op een gegeven moment bij Tiger moet hij eigenlijk steeds meer naar voren. Maar nu moet het daar, weet je, ik sta er weer onder de bright lights. Hoe reageert mijn lichaam? En ja, ik ben een beetje, het staat er een beetje bekend omdat ik een dieseltje ben. Dus de eerste ronde is altijd een beetje aan wachten bij mij, is altijd ja, slow starten. Maar ja, als ik wakker ben, en dat zien we ook in de tweede ronde, dan heb ik volgens mij 60, 70% van mijn partijen gefinished. Dat ik de eerste ronde verlies. Dus ik heb het idee dat als ik het in de tweede ronde kan, dan kan ik het in de eerste ronde ook. Dus we hebben nu veel meer gewerkt aan mijn scherpte. Want kijk, we weten wat hij gaat doen. Hij is een ervaren grappler. Hij houdt niet van scrappen. Hij houdt niet van van die exchanges on the feet. En we weten, of wij denken dat we weten wat hij wil doen. En dat is mij naar de grond brengen. Dus weet je, daar hebben we ook op voorbereid. Maar in alle aspecten heb ik het idee dat ik beter ben. Want ook als hij mij wel naar de grond eventueel kan brengen. Ik ben niet nieuw op de grond. Ik rol ook met black belts. Ik train ook met goede worstelaars. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus weet je, MMA is een compleet spelletje. Het is niet van wie is de beste grappler, wie is de beste MMA-vechter. Precies. Dus Maar zo'n beetje gekeken. hoe denk jij dan dat je grappling gaat zijn tegenover hem? Want je hoorde dat vaak in Nederland natuurlijk. Wat is de strategie van een tegenstander? Neerhalen. Hoe denk Ja. je dat jouw grappling gaat doen tegenover die van hem? Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe mijn grappling tegenover dat van hem zal zijn. Kijk, ik weet dat mijn grappling goed is. Ik denk zeker dat hij een edge heeft. Maar het leuke aan grappling binnen MMA, je kan strijken. En dat maakt het hele spel anders. En ik ben actief, ook vanaf mijn rug. Ik gooi ellebogen, ik gooi strikes. In elke positie waar ik je kan raken, probeer ik je te raken. Probeer je niet vast te houden en nee, ik probeer je te finishen. Of dat nou van de bodem is of van de top, dat maakt me niet uit. Hoe mijn grappling zich gaat verhouden, ik denk goed. En als hij wel inderdaad daar de edge heeft en mij probeert vast te houden, dan ga ik gewoon kijken of ik op kan staan en probeer ik een andere dimensie op te zoeken. Een dimensie waar ik hem wel kan verslaan. Nou, dan ik zie hier dat onze tijd begint af te lopen. Dan heb ik eigenlijk nog een volgende of een laatste vraag eigenlijk. Yes. Wat kunnen we verwachten op de 15e van jou? Ja, gewoon sowieso net als een al mijn partijen, een knalpartij, man.
Kijk, allemaal partijen. Ik heb 5 gevochten als pro, 4 gefinished. De enige die ik niet kon finishen, die werd op een brancard uit kooi getild nadat de bel was afgelopen. Dus ongeacht wat een knalpartij. Kijk, ik kom daar om te knallen. Ik kom om te finishen. En ja, dan is, weet je, you live by the sword, you die by the sword. Of ik ga out, of hij gaat out. Het is één van de twee. Ik kom daar niet om op puntjes te vechten. Dus ongeacht wat, hoop ik gewoon dat ik sensatie kan brengen. En dat de fans ook gewoon erachter komen van, hey, weet je, plat zegt, wie de fuck is dit? Waar komt deze man vandaan? Dus en ik denk dat ik dat in mijn laatste partij heb laten zien. En dat hoop ik hier ook te laten zien aan het Engelse publiek. Nou, ik kan je zeggen, wij kunnen niet wachten. Dit is sowieso echt één dikke kaart, want die kaart staat gewoon vol met Nederlanders, sowieso. Ik heb echt het gevoel alsof dit UK versus Nederland is. Ja, man. Maar dat is sowieso vet. En dat moet ik ook zeggen, want ik sta samen met mijn coach Orlando Prins, sta ik op de kaart. Precies. Ja, en dat is gewoon... Schrikken, man. Dat is gruwelijk. Ja, man. Zeker. Nou, in ieder geval, wij zullen kijken. Wij zullen route voor jullie. Goed zin mee. Is hij al. Dus sowieso, man. We volgen je sowieso al en we blijven je doorvolgen. Mm-hmm. En we staan achter je. Dus veel succes dan. Dankjewel. En we spreken je de volgende keer weer. Yes, komt goed, man. Is cool, hey, fijne avond. Hey. Is goed. Ciao. Later. Rassan, dankjewel. Voor te komen op de podcast. Excuses voor mijn dochtertje die hier binnen rennen. Die had even niet door dat er een podcast opgenomen werd. Dead life. Maar laten we niet te veel tijd verspillen. We gaan door naar de volgende gast. We kennen hem al, vriend van de podcast. Jordi Bakkes. Ja. En dan zijn we weer eens gejoined, hè? De vriend van de show, Jordi Bakkes. Hoe is het? Yes, dankjewel. Ja. Goed, met jou. Ja, het gaat rustig aan, man. Het is al even geleden dat we jou hebben gesproken. Ja, dat is alweer een tijdje geleden inderdaad. Ja. Dus na of voor mijn laatste partij is dat geweest? Ja, ik heb jou volgens mij nog bij Versus heb ik jou nog eventjes gesproken voor. Ja, er is een hoop gebeurd natuurlijk in de tussentijd, hè? Ja, laatste partij bij de Cage Warrior split draw. Ja, fucked up, maar ja. Hè? Ja, was een. Was je zelf oké met die beslissing? Ja, eigenlijk niet, maar weet je wat het is? Het is wat het is natuurlijk. En, het is in ieder geval geen verliespartij. En je moet gewoon doorgaan. Je moet daar weer de goede dingen uithalen. En daarmee moet je gewoon aan de slag. Dus je kan die uitslag toch niet meer terugdraaien. Dus je moet het er gewoon mee doen. Ja, dan had ik hem moeten finishen, dan was het geen draw geweest. Dus zo sta ik daar eigenlijk in. Oké, wat heb je verder meegenomen uit die partij? Ik denk toch wel dat ik wat eerder kan beginnen met druk gaan zetten. Dat ik dat de hele partij wel volhoud. Iets agressiever, die takedowns had ik misschien kunnen verdedigen in de eerste ronde. Daar was ik eigenlijk iets te comfortabel, want hij deed niet echt... damage. Het was echt alleen maar controle en meer was het niet. Dus ik denk dat ik hem daar iets te veel punten heb laten pakken. Dus ik denk dat het grootste punt is wat ik uit die partij mee kan nemen. Dat is even kijken, een maandje of 4, 5 geleden, 4 ongeveer of zo. Zoiets, ja. En nu sta je over anderhalve week weer in de Cage Warriors kooi. Ja, dat zou je denken, maar ik ben geblesseerd geraakt, man. Niet? Ja, ik heb het nog niet bekendgemaakt. Dus dat ga ik morgen doen. Fuck. Dus, shit. Ja, man. Maandag met trainen is het misgegaan, dus... Fuck, man. Wat was er gebeurd dan? Weet je, dus ik kreeg een inside low kick en ik denk dat ik iets ontspannen op mijn standbeen stond en het was echt onderaan mijn been. En eigenlijk ineens lig ik op de grond, last van mijn enkel. Ik denk oké, ik probeer op te staan. Ik kon niet op dat been staan. Dus ik heb even op de grond moeten zitten om even bij te komen, door die pijn heen te gaan. En dag daarna gelijk naar de fysio gegaan. En ik ga eigenlijk naar de fysio zonder hem te zeggen dat ik wedstrijd heb. Ik denk, even kijken wat hij zegt voordat ik ga bepalen wel of niet. En hij zei al, wanneer moet je kickboksen? Ik zeg, eigenlijk morgen weer. Hij zegt, ik ga het niet horen, man. Hij zegt, 4 weken niet, geen kickboksen voor jou. Ik zeg, ik heb over 2 weken heb ik wedstrijd.
Hij zegt, ja, ik zeg, ik wil gewoon een eerlijk antwoord. Kijk, ik wil niet een antwoord wat ik wil horen. Ik wil gewoon een eerlijk antwoord. Hoeveel procent kans is het om fout te gaan? En wat is het risico? Hij zegt, als jij binnen nu en 2 weken nog een keer zo heftig er doorheen gaat. Hij zegt, dan ga je enkelband afscheuren. Dus, Nee, dat wil je niet, joh. nee, kijk, weet je wat het is? Ik wil heel graag wil ik vechten. Want ik heb daarna ook met Marco gebeld. En op Versus heb ik toen al gevochten, terwijl ik 2 weken van tevoren niet helemaal fit was, terwijl ik ziek was. En toen verloor ik die partij ook. En toen heb ik eigenlijk gezegd, ik wil niet meer een partij vechten, dat ik achteraf kan zeggen dat ik, niet dat ik, dat de tegenstander beter was, maar dat ik heb verloren omdat ik zelf niet fit was. En ja, dit is eigenlijk nu het geval. En ja, hebben we het moeten afmelden, man. Oh man, dat Oh is shit. En fucking kut. hoe Mensen lang? houden van primeurs, maar niet van zo'n primeur. Nee. Maar hebben ze je ook aangegeven hoe lang de recovery voor zal zijn dan? Ja, vanaf 4 weken mag ik, 3, 4 weken mag ik sowieso weer gaan kickboksen. Dus kijk, ik heb nu allemaal oefeningen meegekregen dat het natuurlijk mijn enkel goed sterk maakt. En ja, ik hoop gewoon in juni gewoon weer te vechten. Dus ja, we gaan gewoon aan de slag met wat wel kan, niet te veel focussen op wat niet kan. En ik wil gewoon zo snel mogelijk wil ik weer gaan beginnen met de voorbereiding voor het volgende. Ja, Wat zijn dat al die snap ik. sommige heb je al inderdaad gesproken? Natuurlijk hebben jullie al gesproken met Kees overigens, aangezien. Of zijn we dat, is dat wat je morgen gaat doen? Nee. Weet je, dus maandag hadden we die beslissing gemaakt. Dus ik zeg meteen tegen Marco, ik zeg, neem maar gelijk contact met ze op. Laat ze niet tot het laatste moment wachten, want voor mijn tegenstander is het natuurlijk ook vervelend. Want ik heb er een hekel aan als bij mij het laatste moment wordt afgemeld. Dus ik heb gezegd, laat het maar zo snel mogelijk weten, want in 1 week tijd gebeurt toch geen wonder dat die enkel toch wel genezen is. Dus ik hoop dat ze voor hem wel nog gewoon een ander tegenstander kunnen vinden. Dus ze hebben het meteen laten weten en hun zeiden ook al meteen van ja, het is onmacht. En we weten dat de Jordi niet zomaar zou afmelden, maar ze baalden natuurlijk wel dat ik niet kon knokken. Tuurlijk. Ja, klopt, want dat vroeg me Ja. inderdaad af van hoe reageert zo'n organisatie daarop? Ja, ik moet zeggen, heel positief hebben ze wel gereageerd, omdat ze waren ook heel positief over mijn laatste partij. Dus ik moet zeggen, ik lig ook wel goed bij hun. Daar ben ik blij mee. En ik moet zeggen, ze zijn heel positief, hebben ze gereageerd. Ze ook gewoon, hebben ze een beterschap gewenst, dat ik snel beter word. En zodra ik weer kan of wil knokken, kan ik contact opnemen. En dan gaan ze kijken wat er mogelijk is. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nice. Even een hele andere vraag, wat ook ineens bij me opkomt. Van, hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij Cage Warriors? Hoe ben ik terechtgekomen bij Kees? Ja. Ja, Marco die kreeg contact met de matchmaker, Ian Lean. En ja, zo hebben ze eigenlijk berichten over en weer gewisseld. En hebben we onze manager erbij betrokken, Brian Butler van Sucker Punch. En zo is dat balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Dus ja, toen ging het ineens heel snel. Toen lag ineens het contract bij Marco aan de balie. Dus ja. Nice man. Ja, is een beetje balen dit nieuws, want we spraken net met Rassan ook, die ook op dezelfde kaart vecht, dat het eigenlijk een beetje een Ja. soort van Nederland tegen UK kaart is. Ja, ik vond het heerlijk toen ik zag dat er steeds meer Nederlanders mee gingen doen. Dat is toch, als je dan toch samen bent, dan voelt het toch niet helemaal alsof je in je eentje daar staat. En Klopt. ja, het is altijd leuk om succes, is leuker om succes samen te boeken dan in je eentje natuurlijk. Dus Ja. ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer. Ja, en ben je ook bekend met die andere jongens die op die kaart stonden? Ja, ik heb de kaart al bekeken en het is gewoon echt een leuke kaart, moet ik zeggen. Ja. Dus leuke vechters wat er moeten. Heb je ook al een keer eerder getraind, misschien met een van die jongens, de Nederlanders? Nee. Met Nederlanders, ja, met Daan Duijs natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja. Want deze jongen komt wel eens Ja. bij ons, ook in de sportschool, en wij komen wel eens naar een sportschool. En de laatste keer. Even laat me denken, laat me denken. Wie staat nog meer allemaal op de kaart? Orlando Orlando. Wilson, Orlando, Prins. ja. Toevallig had ik met hem afgesproken laatst om een keer te trainen, maar is dat misgelopen. Maar hij heeft de laatste partij heeft hij wel in mijn hoek gestaan.
Toen was Wendy stond op het vliegveld en was zijn vlucht geannuleerd. Dus ja, hebben we toen kunnen vragen of hij in mijn hoek wilde staan, omdat hij natuurlijk op de grond heel sterk is. Ja. En ja, ik heb wel nog regelmatig contact met hem. Het is wel de bedoeling ook om een keertje samen te gaan trainen. En ja, echt een super, super jongen is ook. Super relaxe gast. Ja, zeker. Je partij is gecanceld, maar ga je wel daar naartoe om te kijken of blijf je dan thuis? Ja, ik heb wel even gevraagd of ik even goed nog die kant op kan komen om het evenement bij te staan. Dus ja, ik hoop dat ik gewoon die kant op kan komen. Maar het is even afwachten wat ze willen, ja of nee. Verder nog niet, nog geen antwoord over gekregen vanuit de organisatie. Nee, ja, weet je, dus ik denk dat hun dat gewoon allemaal annuleren. Dus, ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ik bedoel, de hotel en dat soort dingen. Ik denk dat dat dan, zeg maar, op jou zou vallen. Maar ik ga wel proberen of ik toch even aanwezig kan zijn. Dus, ja, dat zou in ieder geval wel tof zijn. Ik bedoel, inderdaad, wat Ian al zegt, het is eigenlijk gewoon Nederland tegen de UK daar. Dus dat is ik top. Denk dat de rest ook blij zou zijn als jij er bent om die support te ontvangen, zeg maar. Ja, zeker. En het is ook gewoon leuk om met hen allemaal te zijn. Is wat je zegt, zoveel Nederlanders op een kaart, dan is het natuurlijk wel leuk om daar gewoon, gewoon bij te zijn. Ja, maar het valt wel weer op de laatste tijd, hè. Dat Nederland toch wel weer ergens weer de stap aan het maken is met... We hebben heel veel PFL-signings, we hebben kampioen in One, we hebben een Pieter die nog een keer een Bellator-partij moet gaan draaien, we hebben Cage Warriors en zo, het is... Ja, Je Jarno, wat groeit. natuurlijk ook in de UFC zit. Zo, Dus, ja, precies, ook dat, ja, inderdaad. Ja. En, sinds wij kennen elkaar natuurlijk al best wel lang, zeg maar, we volgen Ja. elkaar al heel lang. Ja. Er zijn echt wel wat flinke stappen gemaakt in de tijd dat wij elkaar voor het eerste keer hebben gesproken, zeg maar. Ja, zeker. En ik denk dat het ook alleen nog maar meer wordt, maar het heeft even tijd nodig. Dus ik denk wel dat Nederland wel echt in de MMA-wereld ook heel groot kan worden. Kijk, we hebben een paar leuke jongens wel in Nederland rondlopen. Maar ik denk dat het nog, hoe moet ik zeggen, we moeten nog meer samenwerken. Ja, Kijk, ook als je in Nederland heb je 100%. vaak heb je twee toppers in één gewicht, die zetten ze tegen elkaar. Ja, ik zou zeggen, zet die jongens niet tegen elkaar. Zorg dat je als Nederlander samen bouwt. En haal dan iemand uit Duitsland of uit België wat gewoon een toprecord heeft, in plaats van elkaar uit te schakelen. Juist. Dus, maar Nederland heeft goede vechters en hoe meer het, hoe je ziet, we presteren gewoon goed. En ik denk dat het wel echt goed is voor het Nederlandse MMA. Ja, je ziet ook inderdaad, kijk, dat de teams ook echt aan het groeien zijn, zeg maar. Ik bedoel, CSA is natuurlijk al heel lang topteam van Nederland, maar je ziet allemaal nieuwe teams, allemaal groeien. Bijvoorbeeld Combat Brothers, die was het toen nog niet, zeg maar. Dat is nu echt een gruwelijk begrip, zeg maar. Ja. En het intertrainen van iedereen die toch maar even daar gaat trainen, is net wat jij zegt. Ja. Met Daan, dan komt bij jullie langs, je gaat bij Daan langs, zeg maar. Ik denk dat wat jij zegt, nog meer, als dat nog meer gebeurt, dat er nog meer stappen gemaakt worden. Maar je ziet ja, 100%. Want Jan, die Belgische jongen, wat laatst gevochten heeft, die had mij ook nog bericht of ik bij hem wilde komen trainen, ook bij Combat Brothers. Hij moest tegen een judoka. Ik kon dan toevallig niet door omstandigheden. Maar het is gewoon fijn dat je elkaar kan benaderen om samen te werken. Ik zit dan ook heel veel bij UFD Gym in Düsseldorf. En ja, ik moet zeggen, dat zijn alleen maar killers daar. Dat zijn echt zo'n sterke jongens, dat is gewoon echt bizar. Dat is echt bizar. Ja, ik vind het mooi om te zien inderdaad. Van de groei, zeg maar, die wij zelf al zien hierin. Van qua teams die groeien, die uitgroeien tot echt topteams. Tot aan inderdaad mensen die naar België, naar Duitsland gaan. Iedereen die elkaar een beetje een brother. Het moet ook zo, zeg maar. Ik bedoel, in Amerika is het ook zo. Je gaat naar een gym om echt te trainen. En ook al zit je aan een andere staat, je gaat daar naar een andere gym om daar te trainen. Iedereen wordt daar beter van elkaar. Dus ik denk dat we echt op een goede lift zitten. Nou ja, voor jou is het dan iets minder op dit moment dan. Ja, maar, op dit moment wel, maar één stap terug, vijf stappen vooruit, zeg ik dan maar. Dus, zo is het dan. Na 4 weken is het gewoon coming back with a vengeance, of niet? Daarom, dan gaan we gewoon door en dan volgende moet ik kop treffen. Ja, juist, precies. Is het ook zo van het moment dat je weer volledig gaat trainen, is het van hoppakee, laten we Cage Warriors gaan bellen en ik wil zo snel mogelijk weer gaan? Of, Ja, zeker weten, weet je. Dus ik zit nou toch lekker erin. Dus als ik nu, ik blijf nu gewoon, ik ga er nu al wat meer fitnessen, maar
Ja, dat is niet echt mijn ding, maar ik zorg wel gewoon dat ik een beetje bezig blijf. Ja, cardio zal nu wat minder gaan, omdat ik natuurlijk niet te veel die enkel kan belasten. Maar als ik gewoon mijn voeding een beetje in de gaten hou, niet te zwaar word, wel gewoon in beweging blijf, dan denk ik dat ik ook weer heel snel terug ben op het niveau waar ik zit. En dan, ja, dan wil ik gewoon zo snel mogelijk wil ik gewoon doorpakken. Is dat moeilijk trouwens voor je om op je voeding te letten? Ja, tuurlijk. Tuurlijk gaat dat moeilijker. Wat is die killer van jou? Oh, Pizza, chocola, man. Chocola. chocola, Als chocola niet bestond, was ik een mager mannetje geweest. ja. Maar ja, man. Heb je al een. Ik weet niet als je al zoveel vooruit hebt gekeken nu je dit nou weet, maar Cage Warriors heeft, zie ik nu online al tot en met eind van het jaar al hun evenementen staan of Ja. aangekondigd. Heb je al gericht op welke kaart je zou willen gaan vechten of op plek, locatie? Ik zie ze zijn in Amerika, in Rome, in Londen. Ja, weet je, dus ik zou sowieso graag naar Amerika gaan, dat is altijd goed. Maar dat Ja. plaatsen natuurlijk allemaal die Amerikaanse jongens. Ja. Maar ik moet zeggen, Manchester is mij vorige keer echt goed bevallen. Daar heb ik echt heel veel goede reacties teruggekregen van mensen in het publiek. De sfeer was er echt top. En heel veel mensen hebben mij ook op Instagram benaderd toen ze zagen dat ik weer moest vechten. Van, oh, we komen weer naar je kijken. Dat was echt dik Ah, vorige keer. zeker, Dus zeker. ja, Londen lijkt me echt super dik. Dus het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja, Rome is ook vet, dus. Ja. Je Ja, bent eigenlijk toevallig hadden overal ze bereikbaar. gisteren, of eergisteren aangekondigd dat Gerardo Fani weer is getekend en vecht Ja. in Rome. Ja, ik zag het inderdaad. Maar dat is volgens mij in mei, dat is denk ik net iets te vroeg. Maar is, ja, ik denk dat ik in Ja. juni, ik hoop in juni weer te kunnen knokken. Ja, nou, dan is het Ja. misschien een Amerika, San Diego of Londen, wat dan in je toekomst staat Ja, geschreven. het zou leuk zijn, zou leuk zijn. Kijk, weet je, dus uiteindelijk maakt het ook niet heel veel uit op welke plek je knokt, als er maar geknokt wordt. Maar het is natuurlijk wel dik als je ook in een mooie stad terecht kan. Ja, Zo cool, maak ik dat dan. want denk je daarover na? Want eigenlijk, wanneer ik denk over van Cage Warriors gaat naar Amerika, probeer ze natuurlijk al hun local of de locals van die area op die kaart te zetten. Maar Ja. ik heb toch wel het gevoel dat er tussen Nederland en Amerika echt toch een groot verschil in niveau is. Hoe denk jij daarover? Ja, ik ben het met je eens en dat denk ik ook altijd. Ik denk omdat ze in Amerika, kijk, daar heb je gewoon in één gym, heb je echt alles. Kijk, hier is de meeste gyms, die moeten allemaal samen met elkaar werken, omdat je niet. Kijk, we hebben echt Braziliaanse jiu-jitsu-specialisten, we hebben worstelspecialisten. Kijk, hier zoek maar een goede worstelaar in Nederland. Moeilijk, heel moeilijk. Dat is ook opvallend. Goede grapplers in Nederland, moeilijk. Heb je ook een enkeling? En daar zit gewoon het hele land vol met topatleten. Ja. Dus ik denk daarom ook dat het niveauverschil daar groter is. Dus kijk, we hebben hier dan wel goede kickboxers. Ja, het is meer dan alleen kickboksen natuurlijk. Ja. Dus En ik ben dat met je eens. je ziet het ook, want Nederland staat daar bekend om. Dus zodra die Nederlandse vlag achter je naam staat, dan weet je eigenlijk al van wat hun gameplan gaat zijn. En dat is gewoon Laten we opzetten. direct springen op die benen, om het zo te zeggen. Ja. En dat is, kijk, als ga je al naar Duitsland, ja, in Duitsland heb je wel weer veel goede worstelaars zitten. En ja, ik zou ook heel graag naar Amerika een maand gaan, gewoon puur om te kijken hoe ze daar trainen. Voelen of die jongens nou ook echt zoveel beter zijn als dat we denken. Want ja, Marco is heel veel in Amerika geweest natuurlijk. Wou ik net En zeggen. hij zegt van, het niveau is helemaal niet zo heel groot, dat denk je maar. Dus daarom zou ik heel graag daar naartoe gaan om dat zelf te kunnen ervaren, of dat zo wel of niet is. En heb je daar ook al een idee bij van als je naar Amerika zou gaan, waar je zou gaan? Want net als wat je zegt, Marco heeft daar veel connecties, om het zo te zeggen. Is er dan een plek waar je specifiek naartoe zou willen gaan om te trainen? Ja, dan zou ik wel bij Henry Hooft terecht willen, ja. Ja, dat is wel echt Miami een of West Miami, ja, een zieke gym is dat. ja, Ja. zeker. Ja, nou, maar die toppers die daar rondlopen, het is niet normaal. Het was toen ik die documentaire voor Jarsinho Roosterstruik aan het filmen was. Toen was het nog Hard Knocks 365. Ja, klopt ja. Nou, ik was aan het fanboyen, man. Ja, maar weet Ineens je staat dus, Vitor je hebt daar. Belfort naast je, Rashad Evans Ja, daar, ja. Robbie Lawler, en iedereen is gewoon echt gewoon
doodnormaal, gewoon rustig lekker aan het trainen, alsof er niks aan de hand is. Echt Kijk, je hebt lijp. daar op een ochtendtraining heb je gewoon 20, 30 goede jongens staan. Kijk, als je Ja. in Nederland een ochtendtraining wil doen, mag je blij zijn als je 5 jongens bij elkaar krijgt. Ja, Snap je? zeker. En, ja, ik vind dat zo'n zieke gym, vind ik dat. Als ik kan dat ook op Instagram, ik kan dat blijven bekijken. Ik vind dat zo geweldig. Ja, nou laten we hopen dat het in Nederland ook een keer die kant op gaat. Ik zie sowieso net wat jullie net ook zeiden: het begint steeds meer een unity te worden en zo. Ja. Dus dan moeten we gewoon op hopen dat het gewoon door blijft bouwen. Ja, het zal wel dik zijn, hè? Ja, langzaam maar zeker gaat iedereen naar de top. Jij zit nu ook in Cage Warriors. Orlando, die gaat nu ook vechten daar. Zoals ik net al zei, van het is Ja. gewoon nu UK tegen Nederland. Helaas ben je er niet bij. Ja, dat vind ik echt jammer. Dat is echt jammer. Maar ja, ik zou zeggen, hou ons sowieso op de hoogte wanneer je wel weer weet wanneer je gaat vechten. Want Ja. ja, het was al wachten. Nou, nu moeten we nog iets langer wachten. Ja, helaas wel, helaas wel. Ja, het is Ja, fucked coming up, back with a maar vengeance, jongen. Dus daarom, precies. ik kom wel goed. Dus Precies, weet je, man. dus gewoon weer beter worden, herstellen en gewoon gretig blijven, snap je? Niet opgeven, dat is gewoon de key. Ja. Dus, ja. Nee, is goed, Nou, maar hey, in ieder geval. succes met herstellen in ieder Ja. geval, Ja, inderdaad. En dankjewel. Kom. tegen de Precies. tijd En dat je weer beter bent, dan spreek ik weer gewoon weer. ja, dat is goed. En voor een evenement gaan we sowieso weer even een nieuwe interview doen. Dus 100%. Is goed, man. dat komt sowieso goed. Jullie ook bedankt voor de invite, voor de interview natuurlijk. Dus Geen waardeer ik probleem. altijd. En dan Geen spreken jullie probleem. snel, hoop ik. Ja, man. Sowieso, man. Top, En top, dank je top. wel, Dus jullie ook. hè. Ciao, man. Is goed. Later. Later. Ciao. Ja, dank je wel, Jordi, voor het komen op de podcast. Helaas, kut nieuws. Zo. Net als wat Josh zei net in het interview, van we houden van nieuwtjes, maar niet dit soort nieuwtjes. Dus ja, man, zoals hij zei, hij zal ons op de hoogte houden van alles. En dan zullen wij jullie ook op de hoogte houden. Wat hij post, sharen wij. Dus we houden hem in de gaten. Hij had het net erover. Hassan had het er ook over. En dan gaan we nu over naar degene waar we het allemaal over hadden. Orlando Wilson Ja. Prince. We zijn hier weer met vriend van de podcast, de enige echte Orlando Wilson Prince. Hoe gaat u, man? Wat is dat, guys? Goed, goed. Met jullie ook? Net ja, rustig Lekker aan, man. maar rustig aan, maar. Moest je net terugrennen van de gym? Ja, eigenlijk wel. Ik kom net terug van een loopsessie. Dus Ja. letterlijk, ja, letterlijk teruggerend van de gym, ja. Ja, dope, man. Nou, het is alweer eventjes geleden dat we je hebben gesproken. Volgens mij de laatste keer toen we je hadden gesproken, toen zat je nog in de NFC-series. Ja, klopt. En daar was ineens een switch ontstaan, want ineens deed je niet meer mee aan de NFC-series, maar stond je bij Cage Warriors. Wat is daar Klopt. al gebeurd? Hoe is dat op je pad terechtgekomen? Ja, er is veel gebeurd in de tussentijd. In de NFC-series was ik geblesseerd geraakt. Ja. En ik kon niet in de tweede. Ja, ik kon sowieso al niet aan de tweede ronde deelnemen. Door het blessure van de eerste fight. En ik had wel genoeg punten, dus ik kon wel door naar de kwartfinale. En toen moest ik uit de kwartfinale moest ik ook uitpoelen door een blessure die ik had gekregen in training. Dus ja, ik kon niet meer verder met het Ja. toernooi. Ja, heel zonde. Ja. En toen een hele lange tijd contractonderhandelingen gehad met verschillende organisaties. Even een tijdje met GMC, dat werd niks. Toen met Ares, dat werd wel iets. Even met KSW geflirt, dat werd me dadelijk ook niet. Hebben we toch gekozen voor Ares. En met Ares een hoop gedoe gehad, geen fights kunnen krijgen. En uiteindelijk mijn contract kunnen laten ontbinden. En toen met Cage Wars kunnen tekenen. Nice. Nou, je hebt nu al 2 keer gevochten bij Cage Warriors.
Dat is helaas niet gelopen zoals je had verwacht. Wat zijn jouw gedachten daarvan? Ja, wat zijn mijn gedachten daarvan? Kijk, voor mijn gevoel heb ik de wedstrijden gewoon gewonnen. Kijk, op papier misschien niet, maar ik voel me, ja. Ik voelde me, in beide wedstrijden voelde ik me de winnaar. In de tweede iets meer dan in de eerste. Ja, ik heb de wedstrijden niet toegekregen. En ja, ik moet nu gewoon gaan, gewoon keihard gaan knokken om die derde wedstrijd wel te krijgen. Want dit is gewoon, ja, mijn carrière staat nu gewoon op het spel. Heb je dat gevoel? Ja, nou ja, weet je niet per se, maar. Kijk, ik ben niet in de game om een, ja, om zeg maar gewoon in de game te zijn. Ik ben in de game om gewoon constant naar het volgende niveau te gaan. En voor mijn gevoel had ik nu 5-0 moeten zijn. En nu moet ik vechten voor 6-0. En dan, ja, is er, nou ja, veel perspectief voor organisaties als de UFC. En nu, ja, vecht ik om 4-2 te worden, eigenlijk. Ja, relevant te blijven in Cage Warriors. En dat is, ja, ondanks dat het close wedstrijden waren, blijven er toch losses op je record. En ja, het staat gewoon niet goed op je record. Maar waar denk je dat het dan aan ligt dat die win dan toch is gegaan naar de tegenstanders? Denk je dat het gewoon een UK-ding is van ze favoren toch hun home players of zo? Ja. Geen idee, geen idee. Het waren, ja, ik moet zeggen, het waren natuurlijk wel close fights. Het was wel back and forth, maar ja, wie weet wat erachter zit. Samuel Bank was natuurlijk een grote naam in Europa. Die heeft nu, ja, nu dan wel verloren van Keita, maar daarvoor was hij wel een top prospect in Europa. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat de jury, ja, en de oddsmakers dachten dat ik die wedstrijd gewoon zwaar zou verliezen. En ja, dat, ja, Niet dus. weet je, voor mijn gevoel was het niet het geval. Dus Ja, ja, ik, ja, ja. ja. En wat Maar zegt de organisatie dan backstage? de organisatie is heel blij. De organisatie vindt dat ik een goede vechter ben. Ze houden ervan dat ik gewoon elke wedstrijd gewoon gelijk aanneem. Doe ik ook. Ik heb tegen niemand nee gezegd. Er wordt heel veel nee gezegd tegen mij. Vervolgens is het heel moeilijk geweest om een wedstrijd überhaupt te krijgen. Dus wanneer er een wedstrijd was, was ik gewoon super blij en nam ik het gewoon direct aan. En ja, misschien is dat niet altijd de slimste keuze geweest. Achteraf gezien. Maar ik ben 32 en ik, ja. Weet je, ik wil gewoon snel. Ik heb geen tijd meer om te wachten op de juiste match op de juiste tijd. Dus voor mij is het gewoon nu of nooit. Maar ik ben 32, dus zeg je, ik begrijp precies wat je bedoelt, hè? Maar is dat die aanpak, zeg maar? Is het niet van, luister, het moet eventjes. Want ook om daar te komen moet je dan toch weer die slimme beslissing nemen van, luister, als het een setup fight is voor jou om te verliezen, zeg maar, om dus ook te kunnen zeggen van, weet je wel, misschien deze gewoon niet, als ik nog niet helemaal denk daar klaar voor te zijn of iets. Ja, hoe zit dat dan? Want ja, kijk, nu bij Cage Wars, nou sta je dan. Over anderhalve week zijn dan tegen die Antonio Sheldon. Ik denk dat dit een redelijk goed gematchte partij is. Hij heeft iets wat meer ervaring met jou, maar ja. Nou, je hebt ook Denk wat je niet? insight, want de vorige partij tegen Ook Jordi dat. Bakkes hoorden we net, stond je in de koorden van Bakkes. Dus je hebt hem ook Klopt. cage-side mee kunnen maken. Klopt inderdaad. Ja. Dus ik heb precies kunnen zien hoe en wat. En eigenlijk zag ik toen al wel van oké, dit is misschien wel een interessante wedstrijd voor mij ook. Ja. En om terug te komen op wat je zegt, ja, tuurlijk is dat de mindset. Maar in mijn hoofd waren het beide wedstrijden die ik gewoon, ja, had
moeten winnen. En beide ook gewoon wedstrijden waar ik van tevoren erin ging met 100% vertrouwen. Het waren niet wedstrijden waarvan ik dacht van, oh, nou weet je, misschien kan ik deze verliezen. Nee. Ik had beide verwacht te finishen, laat ik het zo zeggen. Oké. Nee, maar ik zeg dat puur van, want we hebben toevallig wat andere jongens gesproken vandaag en zo. En het moeilijk krijgen van partijen en zo. Ik bedoel, het is een bekend verhaal hier in Nederland. Iedereen heeft daar altijd last van gehad en zo. En dan ga je toch gelijk snel. Van, hey, luister, ik kan nou wel een partij draaien. Nou, dan is het dan weer oké, zeg maar. Weet je wel. Er zijn heel veel mensen die wel in zo'n situatie zitten. Die dan wel gepresseerd worden daarin, zeg maar. Dus het is. Ja. Ja, het is, ik snap wat je bedoelt. En in de eerste wedstrijd is dat misschien het geval geweest. Ja, misschien in beide wedstrijden wel een soort van het geval. Beide wedstrijden waren niet ideaal, maar toch ging ik met vertrouwen erin. Kijk, ik had niet een volledig kamp in de eerste wedstrijd. Ik kreeg de fight op 3 week notice. Maar ik was wel aan het trainen voor een groot grappling toernooi. Dus ik was wel een soort van in training, maar niet zeg maar achteraf niet de training die ik nodig had. Laat ik het zo zeggen. Ik heb nu voor het eerst echt een volledig trainingskamp gedaan. En echt gewoon ja, een goede 10 weken gepakt. In voorbereiding, in Spanje geweest, daar getraind. Echt ook gewoon wat tijd voor mezelf genomen. Dus ik ga hier wel met een heel ander gevoel in. Je hebt nu echt zo van, ik ben echt verleden. Hè? Je hebt uiteindelijk je full camp kunnen draaien. Je hebt in Spanje gedaan. Waar heb je ergens getraind in Spanje? Bij de Climent Club, waar Ilia Topuria vecht. Oké. Okay. Maar, dus dat was een... Ja, sorry, want je zegt, dit is eigenlijk je eerste echte trainingskamp die je hebt gedaan. Maar je hebt natuurlijk ook je gym die je runt, Root MMA. Je bent de cornerman, dus je staat ook bij andere mensen in de dingen. Dus je helpt andere mensen ook met strategieën. Hoe krijg je dat voor elkaar dan om echt nu jouw trainingskamp op jou te focussen? Wanneer je eigenlijk ook veel focust op anderen. Ja, dus het was natuurlijk nog steeds heel veel schakelen en ja, heel veel heen en weer vliegen. Ik had toevallig net tussen twee events waar we naartoe gingen, heb ik mijn trainingscamp in kunnen squeezen. Dus we waren op het vorige Cage Warriors Lowlands event. En die daarvoor, daartussenin heb ik zeg maar mijn trainingscamp kunnen squeezen. Toen ik terugkwam, die week daarna was het gelijk Fight Week. Dus moest ik gelijk de jongens prepareren voor een weight cut. Met de jongens daar naartoe. Ondertussen die week zelf nog proberen te trainen. En daarna hebben we gewoon na een goede, ik denk een goede 5 weken gehad. Waarin geen fights zijn geweest. Hoe lang is dat nu geleden? 4 weken, zoiets? Ja, zoiets. 4, 5, ja. Volgens mij. Ja. Ja. Dus... Maar in ieder geval een goede periode waarin geen fights zijn geweest. En waarin mijn jongens dus ook echt zeg maar wel een beetje hun rol hebben gepakt. Om ook gewoon mij te kunnen laten trainen. En ook mij een beetje proberen te supporten daarin. En ervoor zorgen dat ik in ieder geval gewoon die uren op de mat kan maken. En niet heet naar de zijkant hoef te staan om hun te trainen. Want ja... Om heel eerlijk te zijn, is dat wel wat ik in de vorige fightcamps een klein beetje heb gedaan. Ik kan toch nooit helemaal die trainersrol zeg maar, laten liggen. Dus ik blijf toch gewoon al mijn sessies geven. En nou ja, wanneer we een oneven aantal hebben, dan sta ik vaak aan de kant. En dan ben ik vaak gewoon de jongens aan het coachen. Terwijl ik eigenlijk een fight heb binnen dan weer 5 weken, zeg maar. Dus het, ja, ideaal is anders. Ja. Maar is het dan niet iets, is het dan niet iets om wanneer je een fight hebt, om je juist eventjes gewoon van, hé jongens, ik ben nu eventjes ergens anders aan het trainen of zoiets. Ja, dus vandaar dat ik ook deze stap had genomen om daar naartoe te gaan, om even mijn mindset ook compleet anders erin te gaan. Want als je traint met je eigen jongens en je eigen leerlingen, is de intensiteit toch net iets anders dan als je zeg maar gewoon traint bij een andere club en het is zeg maar ieder voor zich.
Dus ik wil even dat gevoel weer hebben. Dat gevoel van een leerling zijn. En gewoon echt hongerig zijn. Om gewoon elke dag te kunnen. Ja, elke dag het beste uit jezelf te kunnen halen. In plaats van het beste uit anderen te halen. En ja, die mindset heb ik eigenlijk weer. En de intensiteit heb ik eigenlijk weer een klein beetje mee teruggenomen. En met die intensiteit toch wel een beetje blijven trainen in mijn eigen club. En ja, ik ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Ja, je zegt al, ik zie haar natuurlijk, je zei net, Cage Warriors Lowlands, ik zie haar daar regelmatig inderdaad. Ik zie jou daar over het algemeen meer gespannen als dat ik jou altijd spreek als ik jou voor je eigen fight zie. Ja, tuurlijk. Het zijn mijn jongens, weet je. Ik heb al die jongens heb ik opgebracht van, ja, van nul. En het is altijd weer spannend, want we zijn ook ja, in best wel goede fights elke keer in high-profile Ja, fights. zeker. Nick die een high-profile fight had, Tyrell die 2 keer achter elkaar een high-profile fight heeft. En weet je, dat is toch wel, ja, is toch Ja. spannend elke keer. Spannend van, oké, zijn ze genoeg voorbereid? Heb ik genoeg gedaan? Heb ik misschien iets anders voor hun kunnen doen in de training? Weet je, dus dat is altijd, ja, je hebt het niet in de hand. En hoe zijn hun daar? Weet je, hoe is hun mindset? Ja. Dijsselmaar die een gigantische blessure had voor zijn vorige partij en eigenlijk amper kon lopen voor de wedstrijd. Hij had zijn knie uit de kom voor de maandag voor de wedstrijd. De maandag van Fight Week. Dus die kon amper lopen. Maar we hebben zoveel pull-outs gehad, dus dat we toch hebben besloten om de wedstrijd te doen. En ja, vlak voor de wedstrijd, we hebben niet opgewarmd. We hebben op de stoel gezeten tot de wedstrijd begon. En eigenlijk met een pokerface naar de kooi gelopen. En ja, Wat? daar gewoon gegokt. Ja, het is te gek voor woorden, ik weet het. Maar dat is, Maar ja. hoe ga je het dan volgende week zaterdag doen? Want je hebt daar ook Rassan die op dezelfde kaart vecht. Sta jij dan ook in zijn corner? Of? Nee, Ghassan die neemt zijn eigen cornerman mee. Ghassan traint ook nog bij een andere club in de stad Oké. waar hij zijn kickboksen doet. En zijn kickbokscoach die zal de cornering verzorgen. En uiteraard als ik nou ja, zonder kleerscheuren uit de partij kom en ja, en ik moet niet direct of hij moet niet direct naar mij of andersom. Dan zal ik misschien ook wel bij hem in de corner aansluiten. Nou ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook iets met je doet als hij voor je vecht, afhankelijk van wat het resultaat is, dat dat ook weer effect op jou heeft. Er staan nu ook zoveel Nederlanders op de kaart dat het me niks zal Ja. verbazen als jullie allemaal in dezelfde kleedkamer zitten, om het zo te zeggen. Ik denk het bijna wel. Ik denk dat we allemaal in de blauwe hoek gaan zitten. Ja, Ja, want het zijn allemaal tegen thuisvechters. een Dat, gezellige ja. kleedkamer. Dus dat, ja, Ja. dat gaat leuk worden. Ik heb daar hartstikke veel zin in. Ja, Met ja, Jordi is hartstikke gezellig. ja. Nou ja, Ja. Gassan is natuurlijk mijn Should guy. Ja. we break it to him? Ja, man, Jordi, Ja. we hebben Jordi net gesproken, man. Jordi is geblesseerd. Jordi gaat niet gaan spelen. Nee. Ja, man. Ja, man. We hebben Meen hem echt net voor jou gesproken, inderdaad. En je niet? ook inderdaad, we spreken eigenlijk alle jongens die gaan vechten daar. Ja, man, hij breekt het nieuws net aan ons, zeg maar. Hij is Oh, no geblesseerd. way. Hij is aan het proberen Ja. om toch te kunnen komen, om jullie allemaal te sporten. Hij is met de organisatie contact gehad, heeft hij nog niks van gehoord. Maar hij wil wel die kant op gaan om te komen. Hij kreeg een low calf kick en zijn enkel was naar de kloten. En als hij nog eentje krijgt, Ah. dan scheurt hij zijn enkelband of zoiets was het, geloof ik. 4 weken moet hij er vanaf blijven. 4 weken, ja. Ja. Ja, Oh. wij weten inderdaad dat jullie contact hebben gehad, want dat zei hij ook al, inderdaad. Ja, fuck it. Sorry to break it to you, man, maar dat is. Ja, Ah, fuck man. sorry. Ja, Shit. ja. Zo reageren we Even voor ook, de. ja. Ja, zo reageren Ja. wij ook inderdaad. We gaan inderdaad de interview in. Yo, ja, en dan sta je dan over 1,5 week daar. Ja, dat zou je zeggen, maar nee, helaas. Balls in balls gaat hij toch proberen erbij te zijn.
Alright. Ja, we hebben nog een Daan Duijs, we hebben nog een Sam. Ja. Snap je? Dus Nederland is nog steeds goed vertegenwoordigd. 100%. Ja. Wat weet jij over jouw tegenstander? Jiu-jitsu black belt. Welke redelijk gaten, overal. want ik zeg dat wel eens, maar welke gaten zag je uit toen je in de corner stond bij Jordi, zeg maar? Hij gooit heel veel losse stoten, losse trappen. En ja, hij oogde vrij langzaam. En ja, ik zag wel wat gaten in zijn stand-up. En waar Jordi later in de derde ronde ook goed gebruik van kon maken. En ja, ik denk dat ik diezelfde gaten ook kan exposen. Denk je dat dit een Jordi. stand-up fight gaat worden? Oh, sorry hoor. Sorry. Dat is wel mijn plan. Hmm. Om er een stand-up fight van te maken. Ja, want misschien omdat hij is een jiu-jitsu black belt, maar hij weet ook dat jij bekend staat om jouw ground game. Dus meestal eindigen dat soort gevechten on the feet dan. Ik denk dat hij wel gaat shooten. Ik denk dat hij Ja. wel van plan is te shooten. Ik denk dat heel veel van de mensen in Cage Wars niet mijn ground game onderschatten. Aangezien ik de laatste twee wedstrijden niet heb kunnen beslissen op de grond. Ik had Samuel Bak zijn rug. Heb hem niet kunnen finishen. Ja, ik heb Tom Burns ook niet kunnen finishen. Vanaf mijn rug. Dus ik denk dat heel veel mensen nu denken van zoiets van, nou, misschien is de grondgame niet wat we dachten dat het was. Dus dat is ja, een goed teken voor mij. Ja. Blijf mijn wapens een beetje concealed. En Ja. ja, en ik denk dat hij, zodra hij de stand-up voelt, dat hij het wel benauwd gaat krijgen. Want dat merkte ik in mijn laatste twee fights, dat merkte ik dat ook. Ja. Is het zo van laat je weapons concealed zijn? Enjoy jij die underdog status? Ja, weet je het? Ik kijk eigenlijk niet echt zo naar. Ik kijk er meer naar als. Ik zie het meer als disrespect, om heel eerlijk te zijn. En ik voel me heel erg gedisrespect door zowel de organisatie als de mensen op de forums. Weet je, ik lees het altijd. Weet je, In de ik ben. vorm Ja. van die setups, fight, zeg maar. Ja. En natuurlijk, ik lees de comments en wat ze over mij zeggen. Weet je, dus dat, ja, dat geeft mij energie. Dat geeft mij extra vuur. Ik weet dat je het eigenlijk niet moet lezen. Niet goed is voor je mindset, Ja, maar. ik wou het net zeggen, by Ja, the ik grace ook. of the great J.R. Joe Rogan, do not fucking read the comments, man. Het is zeker waar, maar wanneer ik in de gym zit en ik op die looppad sta, ik denk aan wat die guys over mij zeggen en ik denk dat geeft mij gewoon extra vuur om gewoon een half uur lang gas te geven. Dus Zeg, ja. jij gebruikt dat echt gewoon als benzine, zeg maar, rond de Ja, lading. echt. Oké, okay, nice, ja. Er zijn veel Dat is mensen die dit. aan mij twijfelen. Weet je, en Oké. ik wil gewoon echt graag laten zien dat het niet een. Dat mijn eerste drie wedstrijden geen flukes waren. Dat, ja, dat wat wij hier doen met onze gym, dat het, ja, dat het geen fluke is. Heel veel mensen die Ja. praten over dat het toeval is, dat het mazzel is. Gekke verhalen hier in het noorden over dat ik alle jongens hierheen heb gehaald met geld. En ja. Wat? Ja. Ja, Ja. luister, ik bedoel, hebben die mensen ooit een keer in de kooi gestaan of zo? Zeg maar, Ja, gewoon. nee, niet. Nee, Weet kijk je, daarom, weet dat je, ik is het. bedoel. Luister, ik heb nooit, ik heb wel getraind, ik heb nog nooit gevochten. Iedereen of het nou een ring is of een kooi instapt, die heeft al gewonnen, zeg maar. Snap je? En degenen die dat niet hebben gedaan, die moeten eigenlijk gewoon daar een pakjes moeten toch? Zou je zeggen. Helemaal wanneer je dit soort podiums hebt en Ja. wanneer er zoveel hype is rond de wedstrijden. Weet je, dat brengt allemaal zoveel extra's met zich mee. En waar mensen geen idee van hebben. Er speelt zoveel extra achter de schermen Tuurlijk. waar mensen geen idee van hebben.
Het maakt jou wel Meestal intens, mensen. hè? Ja, zeker. Ja. Ja, want Snap ik. je zei net ook van kijk, je bent 32 en je hebt geen zin om mee te doen. Je wilt gewoon stappen maken, om het zo te zeggen. Wanneer je deze partij wint, heb je al een plan? Of weet je al wat je wil doen? Weet je al wie je wil uitdagen? Of heb je daar al over nagedacht? Van hoe kan je jezelf Nee. fast-tracken naar waar je naartoe wil gaan? Nee. Ik heb na deze wedstrijd heb ik nog één fight op mijn contract. De bedoeling is om die gewoon zo snel mogelijk uit te vechten. En vanaf daar eerst te gaan kijken van oké, wat is het? Krijg ik nog een nieuw aanbod van Cage Warriors? Ja, als ik hem win, ga ik er bijna vanuit van wel. En dan is het de vraag, wil ik zelf daar blijven? Of wil ik zelf ergens anders gaan kijken? Want hoe ik het nu zie is dat veel van de Engelse jongens gefast-tracked worden. En eigenlijk ja, veel setup fights krijgen. Om zo snel mogelijk naar de belt te komen of naar de UFC te gaan. En ik merk gewoon dat ik niet, ja, ondanks dat ik wel goed behandeld word door de organisatie en door de matchmaker, merk ik wel dat ik toch niet echt. Ja, ik ben niet een van hun favorieten. Ja, you do not get the respect you deserve. En tuurlijk, ik weet ook dat, ja, daarvoor moet je ook die W's pakken. En ja, volgende week zaterdag is daar gewoon de eerste stap in. Dit wordt gewoon een statement. Ik moet hier gewoon echt knallen. Ik weet dat ik dit nu deze keer echt niet op de jury kan laten aankomen. Want dit is weer een thuisvechter en hier ga ik zeker weten geen beslissing winnen. Dus dit moet gewoon een finish worden. En ja, ik ga er ook gewoon echt alles aan doen om dit te finishen. Mijn cardio is goed. Ik heb veel gewerkt aan mijn wapens, mijn stand-up. Ja, aan de gaten die ik had in mijn grappling, daar heb ik veel aan gewerkt. En ja, ik heb er gewoon super veel zin in. Het is een perfecte matchup voor mij, voel ik. En ja, een perfecte manier om terug te bouncen van deze twee losses. Het klinkt ook inderdaad, daarom zei je net ook al van het maakt jou intens. Het klinkt alsof je echt focust bent. Dan hoor ik dan inderdaad Ja. dat je full-on fight camp gehad. En ik denk dat je komt over als we dadelijk de echte Orlando weer gaan zien, zeg maar. Ja. Dat jij Ja. dat zelf ook, maar dat jij dat zelf in je hoofd ook al gewoon zo oké, want dat straal je uit nu, zeg maar. Ja, het is weer zoals in de NFC-series. Toen ik in de NFC vocht, toen zaten we in een, ja, in misschien een niet wat, in een, ja, iets wat minder gunstige periode voor de sportschool. Maar wat het wel weer een gunstige periode voor mij maakte. Want ik kon 100% op mezelf focussen. Juist. En ik merk dat ik dat nu weer een beetje terug heb gevonden. En in die tussentijd heb ik toch gewoon te veel ballen hoog gehouden. Ik heb ja, een gym met 250 leerlingen. Ik geef elke dag jiu-jitsu les, privéles. Dat Ik heb klinkt een business, ik heb bedoeld, kinderen, weet je. Ja, man. Ja. Balans. het zijn heel veel Ja, ballen die je dus op de hele hetzelfde manier, dag op is het hetzelfde zo. moment hoog houdt. Ja. Ja. Ja, man. Ja. Maar daarom zeker vandaar. Ik vind die intensiteit en zo, wat ik nu inderdaad veel hoor, vind ik echt. Ik vind dat goed om te zien. Ik vind het goed om te horen. Ik heb echt zo'n. Ik heb zin in, man. Ik kan niet Ik wachten, man. ook. Tot over Ik anderhalve week, ook. joh. Het is Nederland tegen UK. Cage, Ja. Manchester gaat gesloopt worden dadelijk. Allemaal huilende Engelsmannen 100%. dadelijk. Ja, wat. Ja, die gasten gaan gesloopt worden. Ik Super. weet dat gast van die gast KO gaat slaan. En ja, nou ja, Daan heeft een moeilijke wedstrijd. Maar Daan is ook wel een goede knokker. En ik denk dat hij die jongen wel kan pakken. Dus Zeker. ja, en Jordi Ja. had ook. Ja, ik weet zeker dat Jordi die wedstrijd ook had kunnen winnen. Dus we hadden ze kunnen sweepen. Ja. In Ja, man, principe. dat maar luister, je kunnen Nou, nog steeds steeds. sweepen, snap je? Dus ik Ja. bedoel, omdat Jordi uitgevallen is, hè, Jordi Ja, nou uiteraard. Ja. heeft ons sowieso al verzekerd. Binnen 4 weken is hij gewoon weer aan het trainen en hij wil zo snel mogelijk weer op elkaar staan. Ja. Luister, je lichaam, ik heb nog steeds de hoogste vertrouwen dat het de clean sweep van Nederland gaat worden.
Ja. Dus. Ja, het zou goed zijn voor Nederland. En om dan. Ja, het zou goed zijn. 100%. Maar het zou goed. Niet alleen voor Nederland, maar het zou goed zijn voor Kees Warren is ook om te zien dat de Nederlanders niet zomaar de pushovers zijn. Niet zomaar de mannen zijn die ze de set-up party moeten gaan geven. Ja, 100%. En hopelijk kunnen we daarop verder bouwen en misschien een keer een echte pro-event in Ja. Nederland ook krijgen daardoor. Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Het zou mooi zijn als het Dat, weer nou, een keer er een zijn nu niveautje genoeg haalt. vechters daar. Ja, daarom. Ja. Ja. Het is gewoon één iemand die gewoon echt even die stap moet maken naar de titel. En ja, ook echt gewoon moet doorknallen. Agi die heeft laatst weer gewonnen, dus die is ook weer terug in de picture. Ja. Ja, maar nu zeg je Aggie, ik heb een beetje het gevoel, wat jij ook al zei, van de Nederlanders die worden allemaal die set-up fights en het is allemaal. Aggie is ook, de Engelsmannen worden allemaal gefast-tracked naar de UFC. Precies wat je zegt. Ja. Aggie is champion geweest, wat was het, twee verdedigingen gehad of zo? Omdat hij Ja. geen UFC kan, Ja. snap je? Dus Nee. ergens begrijp ik 100% wat je zegt, maar heb je dan ook al gesprekken met andere organisaties gehad of zo, want natuurlijk Ja, ja, ja. jij bent niet zo iemand die stil zit, zeg maar. Nee. Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel gesprekken in tussentijd gehad. Ik had daarvoor had ik natuurlijk gesprekken gehad met KSW. Wat ik wel een interessante attractie vond, laat ik het zo zeggen. Ja. En, maar dat was meer, zeg maar, mocht de UFC, zeg maar, zeker weten niet meer in de picture zijn. Okay. Kijk, dan zou zoiets een interessante optie zijn. KSW of wellicht in Japan. Dat zouden mooie dingen zijn. En Bellator? Bellator, ja, eventueel. Maar dan zou ik heel eerlijk gezegd, zou ik liever voor die andere organisaties vechten. Hier voor de andere Bellator is misschien organisatie. iets bekender, maar bij KSW is het geld weer iets beter. Ja, sowieso. Maar En want KSW is dat zegt fucking ze wel, mooi. hè? Maar KSW staat qua views, staan ze. Jada, papa is even aan het opnemen. Kom zo. Laat hem pakken. KSW die is gigantisch. Ja, Misschien weten gewoon de peperdaad de man. Amerikanen dat Ja. niet, maar in Europa ze vullen gewoon een stadion. Gewoon Ja. easy Hun hebben de attendance record volgens mij met 110.000 mensen. Ja, dus dat Ja. is toch super gaaf. Ja. Kijk, zoiets, dan wil ik gewoon liever gewoon mijn legacy gewoon opbouwen in dat soort dingen. Dus gewoon echt Ja. grote events vechten. En ja, misschien zoals Brian Hoy gewoon een ster worden in Polen. Ja. Ja, man. Hij is als een Want, raket ja. gegaan. Maar je ziet Dat is helemaal geweldig. Nederlanders ook nu met PFL, doen ze nu mee. Die PFL die ook naar Europa komt. Ja. Ik bedoel, staat er ook een mooie price tag aan het einde van de rit, om het zo te zeggen. En ja, je bent ook begonnen in toernooien. Dus misschien is dat ook gewoon je ding. Ja. Ja, misschien wel inderdaad, Ja. ja. Dus dat, ja, wie weet. Kijk, Ja. ik bekijk het nu gewoon één gevecht per keer. Precies. Ik heb die fout in het begin gemaakt door te ver vooruit te kijken. Ik dacht van oké, ik ga deze wedstrijden snel winnen. En nou ja, binnen 4 wedstrijden ben ik bij de titel. En dan moet de UFC wel in beeld zijn. En dat dacht ik nog steeds na mijn eerste loss. Ik kreeg toen Samuel Bark. Nou, Samuel Bark was op een 2-fight-winstreak. Oké, als ik hem beat, ben ik alsnog weer in route voor de titel. En dat hadden ze me ook toegegeven. Ze hadden me gezegd als ik hem zou bieden, dat ik in contention was voor de titel. Voor de featherweight title. Ja, Die wedstrijd is, ja. Die wedstrijd is zo gaaf zoals het is gegaan. Dus nu moeten we gewoon bekijken per wedstrijd. Dus ik wil het nu ook gewoon. Mijn focus is nu gewoon kort 100% op houden. Antonio Sheldon. En wat er daarna gebeurt, gebeurt er daarna. Dat zien we dan wel. Nou, maar wat kunnen we verwachten van jou volgende week zaterdag? Vrijdag. Knockout. Ja. Lekker. En dat is fucking duidelijk. Ik geloof Ja. het. Ik ook. Gelijk. Ja.
Eigenlijk is Ja, man. serieus, wij gaan sowieso kijken. We are rooting for fucking Clean Sweep Nederland. Rooting for you, sowieso. Voor alle andere Nederlandse jongens die daar staan. Succes, man. Dankjewel, Ik dankjewel. hou van die intensiteit. Ik hou echt Ja. van die vibe die je afgeeft. Man, zet die door. En ja, man, knock his head off. Ja, man, gaan we doen, 100%. Bedankt voor de talk, guys. Ja, jongen. Jij Geen hebt bedankt voor probleem, je man. tijd. En we spreken jou daarna sowieso weer. Yes, doen we. All right, Ja, guys, thanks. jongen. Let's go, man. Oos. Oos. Oos, guys. Dankjewel, Orlando Wilson Prins, voor het komen op de podcast. Maar hoe? Was intens. Intens, inderdaad, is echt het woord wat ik uit dit interview haal, man. Wow. Het is in één keer een Ja, hele man. andere Orlando, hè? Ja, man. Ik heb hem nog nooit zo gezien zoals nu. Echt gewoon ultra focus, man. Ik heb zo zin in die partij nou. Ja, we zeiden het tijdens het interview ook van, oh my god, ik ben nu gewoon 10 keer hyper dan ik was, man. Ik kan je één ding zeggen, dat ik dan achter de televisie zit om al die partijen te kijken, man. Ik wil die clean sweep zien. 100% man. Ja, man. Nou, het was in ieder geval goed om weer een podcast te doen. Het was weer dope om terug te zijn. Ja, zeker. Dan hebben we gelijk zo'n bom vollen. Ja, precies, man. Kijk, we hebben geen zin om aan te kondigen wie de volgende keer erop staat, want uit onze ervaring weten we dat dingen misgaan, fout gaan, ineens niet kunnen, afzeggingen, blablabla. Maar volgende week hebben we weer een leuke aflevering voor jullie. Dus blijf vooral de site in de gaten houden. Blijf de YouTube in de gaten houden. Geef die riddle, Josh. Oh, druk op die like, subscribe, deel, post, alles. Doe het allemaal. Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. En alle andere dingen. Press the button. Follow them, man. En dan zien we jullie volgende week weer. Yes. Hey, yeah.